Ja, welkom allemaal, en uh, ik mag best wel zeggen allemaal. Uh, het aantal aanmeldingen liep in de loop van de dag nog op tot uh, 750 stuks. Dus we zijn met een gigantisch aantal uh, geïnteresseerden in het onderwerp waterstof en waterstofveiligheid. En wat wij hier voor elkaar gekregen hebben, dat vinden wij in ieder geval als, als IFV en Brandweer Nederland uniek. Enerzijds zoveel toehoorders, maar anderzijds ook een eminent setje sprekers... Dat waterstof en waterstofveiligheid vanuit hun eigen expertise voor het voetlicht probeert te brengen bij jullie zelf. Dus het is niet alleen het IFV, maar het is de samenwerking die we hier met Brand in Nederland hebben gerealiseerd, waardoor we met deze sprekers hier een mooie middag gaan beleven. 750 man, waar komen die allemaal vandaan? Een paar honderd is afkomstig vanuit de veiligheidsregio's, maar dat zijn lang niet de enige toehoorders. We hebben er een stuk of honderd vanuit provincies, gemeentes en omgevingsdiensten. Een stuk of honderd vanuit het bedrijfsleven. Denk daarbij aan de, aan de oliemaatschappijen, maar ook aan de duurzame energie. En we hebben natuurlijk ook nog een heleboel consultants en uh, andere adviseurs die in het onderwerp waterstofveiligheid hun rol spelen. Kom ik vervolgens bij het programma. Vier eminente inleidingen hebben we. En ik zal ze heel kort even bij naam noemen. En daarna zullen de sprekers, wanneer ze aan de beurt zijn, zichzelf wat langer introduceren. We beginnen voor het grote overkoepelende verhaal met professor Ad van Wijk. Van de TU Delft. Hij is daar hoogleraar Future Energy Systems. Daarna gaan we verder met Bart Vogelsang. Bart is werkzaam bij Alliander als senior consultant op het gebied van duurzame energie. Derde spreker is Willem Hazenberg. Hij is werkzaam als senior projectleider bij Stork. En tenslotte hebben we twee personen die ik al redelijk goed ken vanuit de veiligheidsregio's. En andere trajecten rondom duurzame energie en veiligheid. Dat zijn Dirk van Dijken en Niels Westra. Zij geven de presentaties. Er valt tijdens de presentatie niet in te breken. Dat zijn gewoon presentaties die ze houden. Maar in de chat kunnen jullie je vragen stellen. En mijn collega Tom zal op een gegeven moment enkele van die vragen eruit vissen. Die we vervolgens weer aan de sprekers kunnen stellen. Zodat zij daarop kunnen ingaan met hun antwoorden. En tot slot, na afloop van de vier inleidingen. hebben we nog de mogelijkheid om in 15 minuten vanuit de chat de paneldiscussie met elkaar te voeren. Nou, dit is een beetje de, ja, het spoorboekje voor, uh, voor vanmiddag. Uh, anderhalf uur lang zijn we met honderden bezig met waterstof en veiligheid. En laten we vooral maar eens even beginnen met het, uh, met het mooie plaatje vooraf: van hoe ziet dadelijk het energiesysteem van Nederland eruit en welke rol speelt daarin? En dat wordt door professor Van Wijk van de TU Delft voor ons als eerste gepresenteerd. Ad, mag ik jou vragen het woord te nemen? Graag. Ja. Ja, dankjewel ook voor de introductie. Ik ben inderdaad uh, hoogleraar Future Energy Systems aan de TU Delft. Um, en in die hoedanigheid kijk ik dus naar het energiesysteem, hoe zich dat in de toekomst zou kunnen ontwikkelen. En dat zal een energiesysteem moeten zijn wat gebaseerd is op duurzame energiebronnen. En uiteraard, dat gaan we niet van vandaag op morgen realiseren, want nu zitten we nog in een situatie dat we toch voornamelijk fossiele energie gebruiken voor onze energieopwekking. Maar we moeten in een periode van zeg maar zo'n kleine 30 jaar, 2050, moeten we eigenlijk af van de fossiele energie. Of eh, eigenlijk eh, gezegd, we moeten af van de CO2-emissies die dat eh, de, de, tot gevolg heeft. Nou, daar nemen we ook stappen op. U kent allemaal natuurlijk het uh, Klimaatakkoord misschien. Uh, waarin staat dat we in 2030 al uh, 49% CO2-emissie reductie moeten hebben bereikt. En in dat klimaatakkoord staat ook dat wij enorm uitbreiden in zon en wind, op land, maar ook op zee. En dat we natuurlijk in alle sectoren waar we uh, energie gebruiken, ook uh, aanzienlijke reductieprogramma's hebben voor uh, het gebruik van energie en de overgang naar duurzame bronnen. Daarin zie je vooral dat elektriciteit een belangrijke rol gaat spelen. En elektriciteit opgewekt met zon en wind. En ook toegepast in die verschillende sectoren. En een, er is een hele discussie van waarom moet er dan ook nog waterstof komen. He, want dat is toch eigenlijk, als je dat maakt uit duurzame bronnen, dat zijn dan voornamelijk zon en wind. Dan doe je dat vanuit elektriciteit, maak je dan waterstof. Dat hoef je niet alleen overigens uit uh, water, uh, elektriciteit te maken. Want nu, Maken wij ook al waterstof en gebruiken dat in de industrie voor onder andere het maken van kunstmest of het maken van benzine of uh, diesel? Dat doen we in de raffinaderijen en daar hebben we ook waterstof bij nodig. Maar nu gaat het er eigenlijk om dat die waterstof niet alleen gebruikt gaat worden als een fietstok, een grondstof zoals het heet, maar dat we het ook als energiedrager gebruiken. En die energiedrager die is eigenlijk complementair aan de energiedrager elektriciteit hebben wij nodig voor een aantal functies om daarin te verduurzamen, maar met name ook om de uh, juiste hoeveelheid duurzame energie op de juiste plek en op de juiste tijd te kunnen uh, aanbieden. En daar ga ik u eerst wat over vertellen, wat is nou eigenlijk die, uh, de reden waarom we ook waterstof naast elektriciteit nodig hebben als energiedrager in het systeem. En ik begin heel mondiaal. Want wat is er nu de afgelopen zeg maar, drie, vier, vijf jaar gebeurd? Dat is dat duurzame energie niet alleen maar duur is, maar goedkoop is geworden. En dat goedkoop worden, dat zie je vooral in de uh, plekken waar we natuurlijk goede windsnelheden hebben of een goede zoninstraling. U ziet hier een kaartje van Europa en ook van Noord-Afrika. Die oranje bollen die geven aan... Waar de zoninstraling het hardst is. Nou, dat is duidelijk dat dat natuurlijk in Noord-Afrika en in het zuiden van Europa is. En die blauwe gebieden, dat geeft aan waar we goede uh, wind hebben. Dat is ook in de Sahara-woestijn. Daar zijn uh, op plekken ook de windsnelheden net zo hard als bij ons op de Noordzee. Maar gelukkig hebben wij op de Noordzee ook goede wind. Wat is er nou gebeurd in de afgelopen jaar... Zien we dat er tenders zijn uitgeschreven? Parken worden gebouwd voor zonne-energie, waar we bijna op de 1 cent per kilowattuur zitten. Vergelijk dat eens even met onze elektriciteitskostenopwekking. Met de kolencentrales, onze goedkoopste stroom, is 5 cent per kilowattuur. Maar wij zitten met zonne-energie niet op 5 cent per kilowattuur hier. Hier zitten wij met een park op land op zo'n 8, 9, 10 cent per kilowattuur. Er is dus een groot verschil. In prijs als je dat gaat opwekken op de goede plekken, of zoals we dat hier in Nederland doen, bijvoorbeeld op land. Weliswaar, offshore wind is bij ons ook 5 cent per kilowattuur. Dat kan concurreren met die kolencentrales, maar nog lang niet met, op de goede plekken met zonne-energie. De vraag is dan, hoe krijg ik nou die goedkope energie hè, die ik op die plekken zou kunnen opwekken, op de juiste tijd, op de juiste plaats? Met de juiste hoeveelheid ook nog. Nou, en daar komt eigenlijk het uh, waterstof om de hoek kijken. Want waterstof, omzetten van die elektriciteit in waterstof, geeft weliswaar verlies, kost ook wat, maar dan kun je het veel goedkoper transporteren en opslaan zodat je het op de juiste plek kunt brengen. En dat doe je, dat omzetten door elektrolyse van water. Je stopt dus in een bakje water eigenlijk, een plus en een min. En dan scheid je dat, uh, waterstof, uh, dat watermolecuul in twee delen: waterstof en zuurstof. Misschien op school bij uh, chemie, wel eens zo'n een proefje gedaan. En dan zag je bubbeltjes aan beide kanten komen. En aan de ene kant is waterstof en aan de andere kant is zuurstof. Wat u hier ziet rechts, dat is een electrolyzer. En als je daar goed naar kijkt naar, die, uh, naar een elektrolyzer, dan zijn dat allemaal van die blokken. En in die blokken zie je allemaal streepjes. Want het is een. Electrolyzer zijn ook elektrolyse cellen. Net zoals zonnecellen: het is een systeem waarbij je cellen hebt. Heb je meer nodig, dan stapel je dat op elkaar. Dan heten dat stacks. In module- en zonneceltermen zijn dat modules. En heb je dan nog meer nodig aan vermogen of opwekking van waterstof, dan plaats je meerdere van die modules, die hier stacks heten, naast elkaar. Dus deze technologie heeft ook alles in zich om goedkoop te worden. Namelijk massaproductie van cellen en modules, in dit geval stacks, levert uiteindelijk een goedkope elektrolysecel. Weliswaar zijn de waterstofproductiekosten voor het overgrote deel bepaald door de elektriciteitsprijs. Dus de elektriciteitskosten die zorgen eigenlijk voor de grootste component, zo'n 60 tot 80 procent van de waterstofprijs wordt gevormd door die. Uh, voor de, door de prijs van elektriciteit, niet door de investeringskosten. Nou, we gaan eens dus even terug naar Nederland. Wat is er nou eigenlijk aan de hand in Nederland? Dan zie je dat we bij de uitbreiding van die uh, elektriciteit, ook in Nederland, eigenlijk tegen een probleem aanlopen. En dat zie je uh, wel ook, ik denk dat de volgende spreker daar ook op zal ingaan, maar we zien. Op deze kaartjes eigenlijk plekken in Nederland die rood gekleurd zijn, waar eigenlijk te weinig capaciteit in het elektriciteitsnet is. om die duurzame energie te kunnen absorberen, te kunnen faciliteren en te kunnen transporteren naar waar je dat wil hebben. Dat is aan de productiekant. Maar aan de afnamekant hebben we ook zo'n probleem. Als wij thuis al onze woningen in een wijk van een warmtepomp zouden willen voorzien. we hebben weliswaar bespaard enzovoort dan betekent dat dat je veel meer vermogen nodig hebt en dat dat eigenlijk toch wel een probleem is als je dat met alle woningen, niet één woning in een wijk, maar alle woningen in zo'n wijk. Maar bovendien, we moeten er ook nog zonnepanelen op de dak, er moet ook nog een elektrisch auto bij. En als je daarnaar kijkt, dan zie je dat het elektriciteitsnet eigenlijk qua capaciteit veel kleiner is dan het gasnet. Ons aardgasnet heeft een capaciteit die wel vijftien keer zo groot is in het uh, transportnet, maar als je thuis kijkt naar de gemiddelde aansluiting thuis, dan is dat ook een factor 10. Daarom kun je ook in de winter met een ketel, hè, die 24, 25 kilowatt is, ge met gemak eigenlijk snel je woning op temperatuur krijgen, terwijl dat, uh, die capaciteit zit absoluut niet in het elektriciteitsnet Nou, daar werkt Aliander en anderen natuurlijk hard aan om daar ook veel meer capaciteit in te krijgen, maar toch is er dan ook nog wel een probleem om dat snel en, uh, 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 voor elkaar te krijgen tegen ook ge, uh, redelijke kosten. Nou, nog even dat samengevat. Hier ziet u het elektriciteitstransportnet, het gastransportnet. Dat heeft dus een veel grotere capaciteit. Maar als je naar de kosten van transport van energie kijkt, dan zie je dat ruwweg, zo globaal. Het tien keer zo duur is om eenzelfde hoeveelheid energie via het gasnet, te, uh, via het elektriciteitsnet te transporteren, dan via het gasnet. Nou, het gas hier in, in, in het noorden, daar gaan we natuurlijk uh, minder uh, gebruik van maken. Eind volgend jaar moet de gasproductie daar gestopt zijn. En dat betekent dat er ook gaspijpleidingen vrijkomen. En wat we nu uh, aan het doen zijn, de gasunie, is één van die grote gaspijpleidingen, die een capaciteit heeft zeg maar, tussen de 10 en 20 gigawatt. En nou, als je naar een kabel kijkt, een grote transportkabel, die heeft 1 tot 2 gigawatt capaciteit. 1 gigawatt eigenlijk. Die wordt vrijgemaakt en die wordt aangepast voor het gebruik van waterstof. Moet ongeveer in 2027 klaar zijn. Wat zie je hier? Nou, die blauwe stukken, dat is eigenlijk. Het gasnet wat we gewoon gebruiken, niks uh, doen we eraan. We moeten een aantal stukken vervangen. Dat zijn die groene. En we moeten met name de compressoren die in dat gasnet zitten om de druk erop te krijgen, die moeten we gaan aanpassen, uh, want die zijn niet direct geschikt voor het, uh, voor het comprimeren van waterstof, want dat zijn aardgascompressors. Dus je krijgt een systeem wat uiteindelijk, uh, want dit systeem als het 10 gigawatt kan transporteren. Dan heeft dat al de helft van de capaciteit van het totale elektriciteitsnet. En dat is natuurlijk de, 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 ja, de spagaat waar je eigenlijk in zit. Hoe krijgen we dan dat hele systeem uh, zo goedkoop mogelijk, zo snel mogelijk, uh, duurzaam? En kunnen we ook die duurzame energie gaan transporteren? Dan is er nog wat anders. U ziet hier het uh, elektriciteitsgebruik in het oranje en het gasverbruik in het blauw. Van, uh, van al onze woningen. En wat zie je daar nou aan? Ja, er zit een seizoenspatroon in. Niet zo sterk in dat elektriciteitsgebruik. Maar wel in het gasgebruik. En dat is een gigantisch verschil. He, dat is gaat van 10 naar zo'n 50 gigawatt aan, uh, aan pieken. Nou, hoe lossen we dat nou eigenlijk op nu? Want dat aardgas, dat pompt wel ook elk uur van de dag. Een hoeveelheid uit de grond. Het hele jaar door. Dus niet alleen in de, in, in de zomer pomp je dus teveel op. En dat sla je dan op in lege gasvelden of in zoutkoepels voor gebruik in de winter. Gaan we dit nou met elektriciteit doen, dan krijg je weliswaar natuurlijk hebben we allemaal gereduceerd, maar je krijgt ook een seizoenspatroon in dat elektriciteitsverbruik. Hoe los je dat op? Als je aan de andere kant ook bedenkt dat het zonneaanbod dit patroon volgt, precies het omgekeerde. Dus 6, 7, 8, 9 keer zoveel in de zomermaanden dan dat we in de wintermaanden gebruiken. Ik moet er wel bij zeggen, misschien een beetje demagogisch, want we hebben ook nog wind. Dat is iets meer in de, in de wintermaanden dan in de zomermaanden. Maar daar zie je juist dat je een aantal periodes hebt. Dat heet dan de donkelfouten, waar je echt wel een week lang bijna geen wind uh, hebt in de winter. Dus ook daar hebben we dan een dergelijk probleem. Dit los je ook op door in dezelfde manier eigenlijk om te zetten. Naar eh, waterstof. En dat kan je wel goedkoop op dezelfde manier opslaan als gas. Dus bijvoorbeeld in zoutkoepels. U ziet hier een plaatje van Europa, waar die rode wiebertjes eigenlijk de plekken zijn waar we gas opslaan in zoutkoepels. Bij ons doen we dat bij Veendam, waar we eerst zout uit die, uit die zoutformaties hebben gehaald. En die gebruiken we dan. Er zijn tien van die zoutkoepels daar, vijf gebruiken we nu voor de gasopslag. Dus er is plek. Om daar ook waterstof in op te slaan. En dat zijn we nu ook aan het ontwikkelen. Die moeten ook klaar zijn, zo rond 2025, 2023, de eerste eigenlijk al. Dat gebeurt ook al. Het zijn allemaal geen nieuwe technieken. Pijpleidingen van waterstof bestaan er natuurlijk al lang. Uh, zoutkoepelopslag van waterstof, dat doen we al sinds 1972 in uh, bijvoorbeeld Engeland. Het is niks nieuws. Niks nieuws onder de zon. Uh, zou je kunnen zeggen, maar we moeten het natuurlijk wel veel groter opschalen. Het moet veel meer worden, want uh, het is nu alleen maar in gebruik als een grondstof in de industrie. Dat zijn eigenlijk de belangrijkste reden waarom je dus niet alleen elektriciteit, maar ook waterstof in een goede combinatie, in een goede mix nodig hebt om dat systeem betrouwbaar te, te, te laten zijn. Ook het transport van ver weg, want daar, daar kunnen we ook de goedkope zonne- en windenergie van elders gaan importeren. De Rotterdamse haven heeft nu een waterstofstrategie. Die wil uiteindelijk 20 miljoen ton waterstof gaan importeren in de haven van Rotterdam. Natuurlijk voor een deel voor het eigen gebruik, maar met name natuurlijk ook om het achterland te bedienen. Dus Duitsland te gaan bedienen. Nou, dan heb je waterstof en je hebt elektriciteit. Nou, waterstof, dat kun je eigenlijk op dezelfde manieren gebruiken als aardgas. Ook, ja, en het is een feedstock, dat is aardgas ook, maar het is ook eigenlijk iets waar, waar je, nou ja, zeg maar even uh, populair gezegd, de fik in kan steken. En er elektriciteit van kan maken of kan verwarmen. Nou, is de nieuwe technologie ook wel dat je het niet in de fik steekt? Dat heet de brandstofcel. Dat is een chemische reactie, een electrochemische reactie. Dan zet je dat weer om. Want wat is elektrolyse? Dat is ook een, geen verbranding. Dat is een chemische reactie eigenlijk, een elektrochemische reactie. Daar splits je dat watermolecuul. In een brandstofcel doe je precies het omgekeerde. Breng je waterstof en zuurstof weer chemisch bij elkaar, en dat geeft weer elektriciteit en uiteindelijk als afvalproduct water. Dus in deze sectoren. Nou, ik zal even op die onderste. Twee, een paar uh, opmerkingen maken om te, om te laten zien hoe snel die ontwikkelingen op dat gebied eigenlijk gaan. Elektrisch rijden, dat gaan we doen. Maar je hebt twee varianten. En de ene, dat noemen wij elektrisch rijden vaak in de volksmond, dat is met een batterij in de auto. Maar de andere is dat je waterstof tankt en die brandstofcel waar ik het net over had. Die gebruik je dan om die waterstof om te zetten in de elektriciteit. Je hebt nog steeds een elektromotor en die drijft in feite de wielen aan. Dat is de manier waarop dat werkt. En dat zie je eigenlijk in dit plaatje. Hier zie je de brandstofcel zitten. Hier zitten die waterstoftanks. Hier zit een batterij, want de remenergie wil je bijvoorbeeld ook nog terugwinnen en weer eh, gebruiken, maar ook om extra vermogen. En hier zie je in feite de elektromotor in dit eh, apparaat zitten. Nou, heel kort. Dat is iets voor auto's en er is heel veel discussie: moet je wel waterstof in die auto's gaan gebruiken? Dat vind ik dat eigenlijk de consument gewoon moet be bepalen en niet de overheid of wie dan ook die dat wil doen. Maar het is met name natuurlijk ook voor het zwaardere transport, omdat je veel meer energie kunt meenemen. Is dat natuurlijk de manier om uh, te, te kunnen verduurzamen. En u ziet hier eigenlijk uh, een aantal ontwikkelingen: de, de, de trucks zie je nou meer en meer, vooral in 24-7 eh, bedrijfshallen komen, omdat daar de laadtijd, hè, je hebt eigenlijk meer voorkeftrucs nodig als je dat op batterij elektrisch doet. En dus in hallen die je, eh, dus bijvoorbeeld bij de, de, de supermarkten, de distributiecentra, daar zie je nu steeds meer die, eh, die brandstofcel. Maar dat kan natuurlijk ook met de elektriciteit als je dat eh, niet 24-7 doet. Maar de zwaardere dingen, dit is een bedrijf dat heeft zich afgelopen uh, uh, jaar in Nederland gevestigd samen met Holthuizen gaan ze uh, trucks bouwen. Ze hadden afgelopen week de eerste orde van, ik meen 1900 trucks voor Nieuw-Zeeland. Uh, dus uh, die gaan ze nu bouwen. Wij hebben zelf een, uh, met Nieuw-Holland een, uh, een trekker eigenlijk aangepast, een ad onder uh, uh, opgebracht, waardoor je waterstof in de luchttoevoer van een diesel kunt uh, bijmengen. Dan kun je tot 60 tot 80 procent van de energie uit die waterstof halen. En dat is natuurlijk ook een overgangssituatie, maar daardoor kun je wel alvast veel minder CO2 emitteren. Ook minder NOx. Sommige mensen hebben wel het idee dat je meer NOx krijgt bij waterstof omdat het een hogere verbrandingstemperatuur heeft. Dat is niet waar, want je zit veel meer in de lean burn-verbranding. En daardoor is die temperatuur lager. Hier zie je de, de waterstoftanks, die zitten op het dak. Daar zit 11 kilo waterstof in en dat is eigenlijk voldoende om dus ook. Hè, dit hebben we met een bedrijf, Jos Scholman, gedaan, een grondverzetbedrijf. Die kan hiermee eigenlijk uh, ja, zeg maar duurzaam aan de slag voor allerlei uh, ja, graafwerkzaamheden en grondverzetwerken. Dit is pas ook aangekondigd door Airbus in vorig jaar. Die gaan ook gewonen, maar dit is dan het uh, nieuwe type waar ze aan ontwikkelen. Dat is eigenlijk vloeibare waterstof en een gasturbine die ze voor de voordrijving. Van uh, eigenlijk vlieg vliegtuigen met grotere range willen gaan gebruiken. Dan de verwarmingsmarkt. Nou, de, we hebben tot nu toe eigenlijk naar verwarming gekeken. Uh, uh, in het Klimaatakkoord ook. vooral elektrisch, warmtepompen en uh, warmtenetten. En dat is. Uh, nou, daar zien we de afgelopen tijd ook wel in de krant verschillende berichten over. Het is. Vrij duur, complex, uh, ook die, uh, die netcapaciteitproblemen beginnen een rol te spelen. Maar in feite zou je moeten zeggen, we hebben een duurzaam gas. Dat uh, kan groen gas zijn, maar dat kan ook waterstofgas zijn. We hebben een duurzame elektriciteit, want elektriciteit is ook niet per definitie duurzaam natuurlijk. En we hebben warmte. En we hebben in de verschillende situaties, kun je dus, uh, zijn andere toepassingen eigenlijk interessanter. Dus bijvoorbeeld in de oudbouw, oude binnensteden, maar ook op het platteland hè, waar je, en in dorpen waar je geen warmtenetten hebt, omdat je de dichtheid van woningen niet groot is, maar waardoor het ook zeer kostbaar en moeilijk is om het eigenlijk zodanig te isoleren dat je een warmtepompoplossing daar speelt een duurzaam gas, in dit geval dan waterstof, een, een rol. En je ziet dus die overlappende gebieden. Nou, waterstofketels. Dat is eigenlijk iets heel ouds, want we hadden vroeger het stadsgas. Dat bestond voor 50 of meer uit waterstof overigens. Maar die ketels, dat zijn eigenlijk gewone verwarmingsketels zoals we ze kennen. De brander is anders. Er is niks bijzonders aan die ketels. En die zijn de afgelopen tijd ook al gelanceerd door de verschillende fabrikanten. Remea bijvoorbeeld in uh, Engeland is er een ketel gelanceerd die eigenlijk waterstof ready is. Dus nu draait je op aardgas... En met een schakelaar kan je die, als dat nodig is, omschakelen naar, uh, naar, naar waterstof. Maar dit is volgens mij de oplossing die we veel meer zouden moeten gaan doen. En die ook wel uh, naar voren komt. Dat is eigenlijk een hybride oplossing. Wat doe je nou? Je hebt een kleine warmtepomp. Die gebruik je om zeg maar, de basislastwarmte te gaan toepassen. En een ketel, die vooral in de piekmomenten in de winter... Ook gebruikmakend van wat je dan nog aan capaciteit in dat uh, aardgasnet hebt. die is namelijk veel hoger. dan heb je geen uitgebreide elektriciteitsnet. uitbreiding nodig. tenminste niet voor de warmte. En dan zie je dat je eigenlijk dit wel als een veel snellere en goedkopere oplossing kunt krijgen. Maar dan de verdere toekomst. of misschien de verdere toekomst. laten we dat niet zo zeggen. want in Japan gebeurt dit eigenlijk al. Wat is nou nog. Een stap verder, dat is eigenlijk dat je een brandstofcel, datzelfde ding wat in je auto zit, maar daar is het 100 kilowatt. En dit is een 1 kilowatt brandstofcel in je woning krijgt. En wat doet dat ding? He, aangesloten. Uh, in eerste instantie is deze aangesloten op het aardgasnet, maar er zit een reformertje op, wat het aardgas omvormt in waterstof en dat gaat dan in de brandstofcel. Later haal je die reformer eraf en heb je gewoon de brandstofcel. Daar komt waterstof in. En die produceert warmte en elektriciteit. En dat doet hij juist op de momenten dat die zonnepanelen dat niet goed doen. Namelijk in de winter. Dat produceert hij die, die elektriciteit en de warmte die je dan nodig hebt. En s'nachts kan je dus elektriciteit en ook eventueel je boilervat ermee vullen. Dit is een systeem wat door Panasonic op de markt is gebracht. Eigenlijk zijn er nu al zo'n kleine 500.000 verkocht in Japan. In de uh, UK en in, uh, in uh, Duitsland zijn ze nu ook op de markt. En het enige land wat het eigenlijk nog niet kent, dat is Nederland. Nou, dank u wel voor uw aandacht. Uh, en ik hoop een beetje duidelijk te hebben gemaakt waarom waterstof er kan en wat voor toepassing je dan zult krijgen. Maar daarbij is aardgas, uh, waterstofgas eigenlijk een soort vervanger van het aardgas. Het maar dan een duurzaam gas wat we nu kennen. Dank u wel. Kijk aan. Dank u wel, professor Van Wijk. We hebben een, een aantal vragen binnengekregen over, over uw presentatie. En ik hoop dat u nog even bereid bent om daarop in te gaan. Ja, en een van de vragen, en ik lees hem even voor, die is van uh, Wieberen, die vraagt, wat gebeurt er met de zuiverheid als je waterstof in zoutcavernen stopt? Wordt die waterstof nog verder vervuild of is dat geen probleem? Hoe kijkt u daar tegenaan? Nee, die, de, als je in die zoutcavernes gaat, wat er wel gebeurt, hij wordt wel wat, er komt wat water in. Maar als je hem eruit haalt, dan reinig je hem natuurlijk weer hè, met een pressie-swingabsorptie uh, techniek. Dus het is dan zo. Het is niet zo dat er zout in komt of zoiets. Dat is niet zo. Want dat, die, die, je moet goed bedenken, dat is een heel hard gesteente wat erin is. Hè. Dat heb je speciaal moeten uitlogen. Om, om het zout, de pekel eruit te krijgen. Om, om, het, om het zout te kunnen winnen. Het is in principe heel hard gesteente, Daarom kan het ook tegen hoge drukken. He, want je, je pompt het daar natuurlijk in. Uh, uiteindelijk onder een druk van. Uh, nou, wordt het zo'n 180, 200 bar. Kijk, ik, ik denk een duidelijk antwoord. En een tweede, en dan wou we. graag verder met, uh, met, de, met de tweede spreker. De, de, de tweede vraag die heeft wat meer. ook betrekking op de veiligheid. En die is van, van André Maranus En die zegt. Waterstof is fysisch een fundamenteel andere stof dan, van, dan aardgas. In hoeverre gaat die vergelijking tussen waterstof en aardgas volgens u op? Nou, waterstof is niet fysisch fundamenteel een andere stof. Het heeft natuurlijk andere eigenschappen. Eh, eh, jullie zullen daar zo meteen misschien ook wel op ingaan. Maar het heeft een lagere ontstekingstemperatuur. Ook minder energie eh, heb je ervoor nodig om het te kunnen ontsteken. En het kan in een grotere range eh, ontbranden. Allemaal waar. Maar het heeft één belangrijk voordeel. En dat is dat het heel, het vluchtigste en het lichtste gas is. En met 72 kilometer per uur uh, de lucht ingaat. En dat is eigenlijk waarom het in principe niet onveiliger. Energie is altijd. Met, met, uh, dat moet je met, 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 met voorzichtigheid behandelen. Maar in principe niet onveiliger. En laat ik één ding daarbij benoemen: aardgas. Waar gaan nou de meeste mensen aan dood met aardgasgebruik? Koolmonoxidevergiftiging. Dat heb je niet bij waterstof. Kijk aan, dat is volgens mij gelijk ook de impliciete vraag die, die André Marans ook zei. Wat betekent dat voor de veiligheid? En volgens mij is dat gelijk te plekken, zeg maar, daar u ook even geduid. Ja. Ik zou zeggen, hartelijk dank voor uw inleiding. We hebben hier het, het, het grotere plaatje van de energiemix, maar ook de mix aan bronnen en, en, en opwekking gezien. Maar als je het eenmaal hebt, die energie, of het nou via de windturbines of via zonne-energie komt... Kan dat aardgas dus blijkbaar een hele goede functie ook vervullen zeg maar, in het transport en de opslag? En wat is dan mooier als de volgende spreker, Bart Vogelzang, werkzaam bij Aliander, op een gegeven moment de facetten van het transporteren en het opslaan van waterstof met ons voor het voetlicht brengt? Bart, mag ik jou vragen, verder te gaan met het soort tweede fase in dit mini-college over <coughs> waterstof, transport en opslag in dit geval? Ja, Niels, uh, bedankt dat ik hier mag zijn. Ik sta hier uh, namens NetBeer Nederland. Uh, ik ben daar lid van de werkgroep Netwerk voor Duurzame Gassen, waar we werken aan groengas en aan uh, waterstof. Ik werk in het dagelijks leven bij uh, Alliander, de holding. De netbeerder is uh, uh, Liander, uh, waarmee we lid zijn van uh, NetBeer Nederland. Uh, even kijken. Heb ik de verkeerde knop of. moet? Ja. Nog een keer te snel. Um, ik wou eerst even ingaan op nut en noodzaak van uh, waterstof in de energietransitie. Maar professor van Wijk heeft daar net ook al het nodig over verteld, dus daar kan ik iets sneller overheen. Um, ik wou het ingaan op de pilots die de netbeerders doen en het onderzoek wat wij doen en waarom dat van belang is. Uh, het afgrond en lopend onderzoek van Netbeheer Nederland licht ik kort wat over toe. en Daarna maak ik via Heidelta, waar we nu het onderzoek in doen, de stap naar uh, een, een, een woning die gebouwd is om uh, mensen te kunnen trainen. En ik heb aan het eind een, uh, een filmpje. En daar zei ik uh, gisteren toen ik het liet zien: van het is spectaculair. Mensen verwachten meteen hele grote explosies en dergelijke. Dat is het niet. Het zijn hele kleine vlammetjes in zwart-wit. Maar we zijn wel een van de eerste wereldwijd die dat hebben kunnen filmen. En u bent vandaag dus een van de eerste die dat uh, zal zien. Um, nou, nut en noodzaak. Heel kort. Wederom elektriciteitsnet. Als je dit allemaal als netbeheerder. He, dat verbruik van uh, over moet zetten naar uh, het, het gasnet dat uh, zal heel lastig gaan. De gezamenlijke netbeheerders investeren ik geloof dit jaar rond de 2 miljard in het elektriciteitsnet, maar uh, dit soort dingen dat uh, moet je misschien niet willen via het elektriciteitsnet. Nou, de piekvermogen staan erbij. Gelukkig klopt dat aardig met de plaatjes die uh, Ad ook had. Um, dan heb ik nog een tweede, uh, die is net ook al enigszins behandeld. De vraag die vaak gesteld wordt van ja, maar waarom nou? Want dat is toch zonde die duurzame energie verbranden en, of omzetten naar waterstof. Nou, ik zag net iets andere getallen, maar ze zitten in dezelfde orde van grootte. De opslag van waterstof is ongeveer een factor duizend goedkoper dan in batterijen. Uh, collega's van uh, GasUnie GTS hebben dat uitgewerkt. En het transport is afhankelijk van op welk drukniveau je kijkt, maar een factor tien tot twintig goedkoper. Dan zien we in de prijs ook dat nu uh, waterstof uh, in de grafiek onderaan is van de ABN AMRO uh, nog een stuk duurder is dan, uh, dan aardgas. Maar ook dat gaat richting 2030 uh, naar ongeveer gelijke uh, kosten. Waarmee waterstof ook uh, nou ja, een goed alternatief kan zijn voor warmtepompen en dergelijke. Waarbij wij net uh, als netbeheerders ook zien dat in de nieuwbouw all electric prima kan. In zwaar geïsoleerde woningen, in de bestaande bouw en zeker in monumentale panden uh, ja, daar is waterstof waarschijnlijk een goede oplossing. Nou, de netbeheerders werken gezamenlijk aan pilots. Um, belangrijkste of een van de belangrijke projecten is waar GTS aan werkt de backbone die we net ook zagen bij uh, professor van Wijk. Um, grotendeels bestaande netten. Daarnaast zien we een aantal pilots van de regionale netbeheerders. Uh, we doen dat uh, vanuit de brandvereniging uh, delen we de kennis. De pilots bouwen we ook op. Stedin heeft een hele mooie pilot laatst in Uithoorn gedaan met 14 sloopwoningen waar je in een gecontroleerde omgeving kunt werken. Uh, Alliander heeft een demowoning ontwikkeld waar mensen getraind kunnen worden. En zo bouwen we langzamerhand op naar pilots waarbij we uh, met echte huizen en echte bewoners kunnen gaan werken. Uh, pilots dwingen je ook om de praktijk te doorgronden. Je moet van het grote verhaal. Vanuit een strategieafdeling van een netbeheerder moet je uiteindelijk ook naar werkinstructies voor je monteurs. En je komt door allerlei dingen heen. Hoe, hoe, als ik een gasmeter wissel, hoe krijg ik daar de waterstof weer uit? Nou, blijkt het nippeltje te klein om uh, wat bij aardgas wel werkt, om bij waterstof uh, daardoor heen te krijgen in een goede tijd. Die pilots doen we weliswaar individueel, de kennis delen we. En de pilots hebben we ook gebruikt om de vraag uit de pilots te ordenen naar ons gemeenschappelijk onderzoek toe. Dus de pilots, de praktijk, stuurt ons onderzoek. Dat, um, die, dat maakt het ook dat de mensen heel enthousiast zijn om dit werk te doen. Als ik dan verder ga, dan heb ik hier een lijst van rapporten. Die, en daar wil ik ook met nadruk zeggen: die staan op de website van NetBeer Nederland. Als NetBeerder zijn wij een stukje in de keten. En we willen ook heel graag de kennis delen, zodat anderen in de keten daar ook uh, profijt van hebben. Er zijn nog een heel aantal rapporten onderweg. Al deze rapporten zijn door individuele netbeheerders of door Netbeheer Nederland in opdracht gegeven. Maar wij merkten dat we daarin wilden versnellen. En dat hebben we met een uh, onderzoeksprogramma gedaan waar ik zo op ingaan. Hier staan enkele voorbeelden. Uh, we hebben hier een meterkast, die hebben we nalaten bouwen om de verspreiding van waterstof uh, te kunnen meten. Natuurlijk uh, moet de waterstof in de leidingen blijven, maar met, uh, dat geldt voor aardgas ook. Met 3 miljoen aansluitingen heb je af en toe lekjes. Nou, die hele kleine lekjes die we bij aardgas ook hebben. Daar hebben we proeven mee gedaan voor waterstof. Dat hebben we ook laten simuleren nog bij de Nuclear Research Group. Nou, en daar zien we dat uh, percentages van 2 tot 3 procent kunnen gehaald worden, ongeveer vergelijkbaar met aardgas. We hebben ook uh, op de Twente Safety Campus uh, gasstations getest. En we hebben bijvoorbeeld op de Green Village in Delft uh, een fakkelbrand zichtbaar gemaakt met zo'n apparaat. En ook aan die, dat afvakkelen hebben we onderzoek gedaan hoe dat goed te kunnen doen. Dan de volgende stap, ik ga deze slide niet helemaal doorlopen, maar het geeft u een beeld van uh, wat er allemaal loopt. Het High Delta onderzoek. Het High Delta onderzoek bestaat uit meerdere werkpakketten en gaat in In werkpakket 1, wat in 5 is gesplitst, op allerlei veiligheidsvragen. Alle onderzoeken die daaruit voortkomen zullen we via de website van High Delta en Netbeheer Nederland ook weer gaan delen uh, met andere partijen. Uh, naast zich veiligheid... Primair is er ook een stuk over ruikbaarheid, want waterstof is reukloos. En over zichtbaarheid, want het is ook niet zichtbaar waterstof. Um, dan hebben we nog een aantal andere werkpakketten. Standaarden zijn heel belangrijk. En denk dan aan uh, NEN-standaarden, maar ook componentstandaarden, zoals het GASTEC-QA-keurmerk. Zodat je weet, deze component kunt u gebruiken voor waterstof. Uh, opleidingen, gaan we aan eindtermen werken voor opleidingen. En een stuk economische technische analyse en hoe gaan we om met bijmengen van waterstof in het aardgasnet. Nou, als we dat dan, uh, daar zijn we mee gestart. Dit is nu het huidige consortium bestaat als opdrachtgevers uit uh, NetBeer Nederland en de GasUnie. Met subsidie van TK en Nieuwe Gassen, en dit zijn de uitvoerende partijen: uh, de New Energy Coalition, DNVGL, KIWA en TNO. We zijn nu gestart. We wilden eigenlijk breder starten, maar dan zou het langer duren. Dus we hebben gezegd: we gaan snel starten, want dan ontwikkel je vast kennis, dat enthousiasmeert. En we hopen later andere partijen, en ik heb een aantal voorbeelden genoemd, nog aan te sluiten en letterlijk te groeien. En we willen dat ook doen met het Groeifonds. Dan concreter. Dit is een project van het bedrijf waar ik zelf werk. Aliander uh, wil een pilotwijk in Lochem gaan uh, realiseren. Maar voordat je in zo'n wijk aan de slag kunt, zul je moeten kunnen oefenen, trainen. Vorig jaar, nog net voordat corona inging, heb ik met iemand van Kiva deze mooie woning uit kunnen zoeken in Brabant. Um, een houten chalet. Laatst met de sneeuw was het bijna wintersport. Um, hier ziet u een schema van hoe de woning is opgebouwd. En we kunnen daar oefenen voor onze eigen monteurs. Waarbij we hier aansluitleidingen kunnen monteren met waterstof. En de werkinstructies kunnen oefenen. Hetzelfde zien we in uh, deze. Een T-stuk inlassen. In de woning hangen twee ketels, een aardgasketel en een waterstofketel. Ook de installateur kan hier dus oefenen. Natuurlijk heb je normaal geen twee ketels nodig, maar om te voorkomen dat hij elke keer de ketel aan de wand moet hangen, hebben wij ervoor gekozen dat beide ketels er hangen en hier kan hij dus de ombouw oefenen. Nou, dit is een demonstratiewoning, zodat de bewoners in logem kunnen zien hoe het eruit gaat zien. Uh, we hebben deze woning samen met Kiwa gebouwd en Kiwa zal uh, de woning ook voor trainingen voor anderen gebruiken. Alliander en hopelijk op termijn Liander als netbeheerder zal deze woning gebruiken om trainingen van het eigen personeel te geven. Um, en dat kan dan bijvoorbeeld zijn het wisselen van een aanstootleiding, allemaal dat soort zaken. Um, oh, ik zie dat dit plaatje er iets later in komt. Hij gaat nu heel snel. Ik ga even terug. Ja. We hebben onderzoek naar verspreiding laten doen door DNVGL. En eigenlijk is meer dan een jaar onderzoek van DNVGL en Kiwa UK in het High House project in dat rechter plaatje samengevat. Zeg ik dat goed voor de kijker? En wat u daar ziet eigenlijk is, als het uh, de uitstroom in de buitenlucht is, dan is waterstof eigenlijk veiliger dan aardgas. Want het stijgt veel sneller op. Vervolgens zegt zij in een gesloten ruimte, als het boven de 10% komt, waterstof, dan kon er wel eens meer risico's aan zijn dan bij aardgas. Nou, hoe voorkomen we dat? Door eigenlijk een heel klein apparaatje. Dat noemen wij een gasstopper. Uh, dat is een, uh, een soort uh, een zekering, zoals die thuis ook in de meterkast zit. Als er een te grote stroom aan waterstof zou gaan lopen, meer dan dat de ketel vraagt, slaat die dicht en kun je dus ook niet aan die hoge percentages komen. Dan heb je een tweede deel. Daar stelt DNVGL dat het risico kleiner is als je onder de 10% zou zitten. En dat stelt ook Kiwa UK. Uh, maar is dat dan ook zo? Wij zagen literatuur uit de jaren 50 uh, dat het waterstof in lage concentraties moeilijker ontsteekt dan aardgas. In het algemeen wordt gezegd dat het ontsteekt makkelijker, dat klopt bij uh, de stogeometrische verhoudingen. Um, en men zei ook dat het vlambeeld anders uitziet. En toen zijn, vlogen wij terug uit Engeland, dat komt toen nog voor corona. En um, toen zaten wij, ja maar hoe leg je dat nou aan je monteurs uit of aan een brandweerman of dergelijke? Nou, daar hebben we een uh, kort filmpje over opgenomen. En daar heb ik nog een. Oh, hij gaat al uh, lopen. Even okay. stilgezet kan worden. Um, daar heb ik een paar opmerkingen bij. Uh, wat we nu straks gaan zien is spectaculair in de zin dat het nieuw is, maar dat zijn zwart-wit beelden van een heel kleine laboratoriumopstelling. En we hebben daar aangetoond met verschillende ontstekingsbronnen dat uh, waterstof best nog lastig in de brand is te krijgen. Um, dat de vlam omhoog brandt. Dat ziet u op een gegeven ogenblik. In plaats van bij aardgas alle kanten op meteen. Doordat die omhoog brandt, kan het ook minder makkelijk terug naar de bron, het lek. En uh, wat we ook zien is ergens een draadje. Dat draadje schroeit bij waterstof. Bij aardgas is het volledig weg. Nou, vertaal dat even naar de kleding van een monteur of een brandweerman. Uh, de energieinhoud van de vlam is dus uh, veel lager. Dan wat mij betreft kunnen we nu het uh, filmpje starten. Hiernaast zien we slierenopnames van mengsels van waterstof en lucht... met verschillende concentraties. Waarbij verschillende potentiële ontstekingsbronnen worden geactiveerd. Een gloeiplug wordt in veel cv-ketels gebruikt om de verbranding op gang te brengen. Dat is dus bij uitstek een betrouwbare ontstekingsbron. Volgens de literatuur is de onderste ontbrandingsgrens voor waterstof 4%. Bij de proeven lukte het met de gebruikte ontsteekmogelijkheden echter niet om mengsels te ontsteken met een concentratie van 6% of lager. Het verloop van het verbrandingsproces wordt bepaald door de waterstofconcentratie en het is onafhankelijk of een gloeiplug, een lichtschakelaar of een piezovormkrachtontsteekvon wordt gebruikt. Bij 8% waterstof breidt het vlamfront zich vooral naar boven uit. Bij 10% en ontsteking vanuit het midden breidt het vlamfront zich in alle richtingen bijna even snel uit en is turbulent van karakter. De temperatuur van een brandende sigaret is te laag. Om een waterstof-luchtmengsel te laten ontsteken. Bij een stogeometrische verhouding van waterstof en lucht is de benodigde ontstekenergie heel laag. Maar bij lagere concentraties zien we dat niet elke potentiële ontsteekbron tot daadwerkelijke ontsteking leidt. De kleine vonkjes van een ouderwetse deurbel leiden niet altijd tot ontsteking. Het verbrandingsproces van het waterstof-luchtmengsel is bij deze lage concentraties. Qua intensiteit en tijdsduur te gering om een katoenen in brand te steken. Dezelfde lage concentraties methaan leiden wel tot ontsteking van het draadje. Kijk aan, een, een indrukwekkend uh, filmpje, Bart. En, uh... Wat ik misschien gelijk maar eens even aan, aan, aan de collega's ook vanuit de veiligheidsregels hoor. Als je net de inleiding van Bart ook hoort hè, over uh, dat draadje wat bij, bij aardgas op een gegeven moment volledig weg is en uh, bij, uh, bij waterstof schroeit. Wat zou dat voor jullie persoonlijke bescherming betekenen als je dit soort feitenmateriaal door, door Bart nu gepresenteerd Wat zou dat voor jullie betekenen? Nou, je ziet, Het is denk ik ook vrij onbekend. Uh, men, er wordt vrijwel uh, vaak gedacht dat waterstof veel sneller ontbrandt en, en met een veel hogere intensiteit. Maar volgens mij toont het filmpje aan dat dat niet zo is. Kijk volgens mij weten we daar dan ook eigenlijk nog te weinig van. Kijk, ik denk dat het een hele goede is. En volgens mij had Bart het er ook al over. Wij proberen die kennis zoveel mogelijk te delen. Ik vond het mooie de hele serie van rapporten die Bart al noemde. Ook op de, de, de slotstijd van jou. Ad, daar stond al een aantal rapporten waar je aan meegewerkt hebt. Eén vraag uit je chat. Uh, die gaat over... Bij, uh, bij aardgas wordt, uh, wordt odor, odor, een, een odorant toegevoegd. Hoe zit dat met de toevoeging van een geurstof bij, uh, bij waterstof? Is dat nog altijd nodig? Gebeurt dat? Wat betekent dat voor de veiligheid daarvan? Uh, ja, wij zijn ook voornemens als gezamenlijke netbeheerders om een odorant toe te voegen aan waterstof. Want het is net als aardgas reukloos. Uh, uh, er zijn al testen gedaan in, het, uh, in een kleinere groepen mensen van uh, wat is de geurdrempel. En er moet nog een afweging gemaakt worden. Gaan we voor hetzelfde odorant als in aardgas? Dat heeft voordelen dat het snel herkend wordt, want mensen ruiken die geur gevaar en bellen de netbeheerder. Um, een andere optie is voor een ander odorant te kiezen, wat eventueel uh, uh, geschikter is voor brandstofcellen. En ook om misschien het onderscheid tussen waterstof en uh, aardgas te maken. Maar we zullen zeker een odorant toevoegen. Kijk hey. da Dankjewel, Baat. En... Fantastisch om te zien van eerst het, het, het grote overkoepelende verhaal van de energie, de mix en ook de, nodige, de benodigheid van aardgas en waterstof en ook nog andere bronnen om de toekomst van de Nederlandse samenleving op het gebied van de energievoorziening te realiseren. Bart is verder ingegaan op wat betekent dat uiteindelijk voor je transport richting je woning. En de volgende spreker die gaat daar weer op verder. Dat is Willem Hazenberg. En Willem is projectleider bij het nou, redelijk goed bekende project rondom Hydrogreen. En Willem, mag ik jou vragen om ja. uh, de vloer te pakken en ons in te leiden in wat is Hydrogreen en wat betekent deze kennis ook weer voor zeg maar, waterstof en in dit geval in de gebouwde omgeving? Ja, Ik uh, begin even bij Stork. Stork is onderdeel van Fluor. Nou, Fluor bouwde eigenlijk al 60 jaar lang uh, waterstoffabrieken. Zij het op de. Uh, Steam reforming methode, maar ook daar is nieuwe technologie al, die eigenlijk weer een stap verder gaat als elektrolyse, met plasmatechnologie. Uh, nou, ik ben heel veel waterstofzaken betrokken, vooral nu sta ik hier op dit moment voor, uh, als projectmanager waterstofwijk Hogeveen. En ook iets vanuit de NEN, wat we daar uh, hebben. Het Hogeveen. Nou, hoe is het eigenlijk het Hydro begonnen, dat is dit plaatje eigenlijk. Eigenlijk zeiden wij een aantal jaren geleden van, uh, ja, iedereen praat over waterstof, we hadden het boek van Ad gelezen in 2017... Ad had daar een stuk gezegd van ja, er moet een ambassadeur komen, ja, wie moet dat dan zijn? Nou, daar hebben daar verschillende namen gepasseerd. Een eigen de groep van, nou ja, uh, dat is een groep die daar staat. We hebben eigenlijk gekeken wie zijn eigenlijk de belangrijkste mensen in waterstof. We hebben eigenlijk gekeken naar de top 20 op het gebied van uh, industrie, politiek en academici. En dat is eigenlijk begonnen uh, in het bootje. Nou, dat heeft eigenlijk Stork en uh, de hans -Hof school Entrans hebben dat eigenlijk geïnitieerd. En ik ben eigenlijk voorzitter van dat clubje. En op de eerste bijeenkomst, uh, onderaan dat is het Eenshotel heb je zo'n flip-over en een hapje eten en je wat gaan we doen? Nou, een icoonproject. Nou, wat gaan we doen dan? Nou, een icoonproject. Nou, een dorp op waterstof. Nou, toen werd een uh, Wagenborg genoemd, Loppersum met Aardbevingen. Nou, Wagenborg was net gisteren in nieuws, die gaan ook een waterstofproject uh, doen. Of in ieder geval, die waren al twee jaar bezig, maar iets minder bekend misschien. Maar Hogeveen is eigenlijk geworden uh, als plek van, ik noem het altijd een beetje het Barendrecht-syndroom, uh, van uh, je, je kondigt een project aan en het wordt afgeschoten voor u wel bekend is. Dus we hadden ja, dan moet je natuurlijk wel op een goede manier even uh, framen. Nou, in de eerste de volgende inkomst van Hydro Green in uh, november 2017 hebben we eigenlijk gewoon gezegd van nou, wie wil meedoen. De gemeente uh, maken ze een pitch 10 minuten. En 35 mannen zeiden van nou, het lijkt ons interessant, laten we daar in ieder geval eens even naar uh, verder gaan. En we hebben daar bij Entrance gezeten en we hebben eigenlijk een soort sketches gemaakt, wat je links uh, van op het scherm ziet. Van hoe zou zo'n concept? Je moet wel produceren, je moet het transporteren, je hebt apparatuur nodig. En wat heb je eigenlijk allemaal nodig? Dat nou, is een projectplan uitgekomen. En uiteindelijk hebben we daar echt een, of een RVO geld voor gekregen om verder te ontwikkelen. Uiteindelijk hebben we daar 20.000 man uur aan uh, gespendeerd, ongeveer 2 miljoen. We hebben het zelf aan de koning mogen, uh, mogen presenteren. Maar wat ook een, een spin-off was van huidoping, was het omdat we, toen van die 20 bedrijven, zijn nu 150 bedrijven, meer dan veel mensen. Dat we hebben we gevonden om de keten te bouwen. Een ketenbouw is heel belangrijk. En daar is eigenlijk ook de investeringsagenda in Noord nederland uit voortgekomen en nu nog het grotere plan, uh, het grote investeringsplan. Dus gewoon van. Je hebt niks aan ketel als je geen infrastructuur hebt. Je hebt niks aan productie als je die niet kwijt kan worden. Dus je moet, samen moet je erop optre optrekken. Uh, Hogeveen, was gezegd, nou, wat gaan we eigenlijk daarin doen? Ik heb even het pakket uh, neergezet. We hebben vandaag over veiligheid. Dus ik ga zo meteen even verder veiligheid. Mijn eigen plek uit. Uh, ja, financiën, uh, pu wat denkt het publiek, uh, de, hoe gaat het de kosten? En uh, wat techniek heb je daarin nodig? Hoe ga ik het uitrollen? Implementatie, dat soort zaken. Nou. Uh, dus we gaan nu even in op de. Puur de veiligheid en de branden even uh, De wereld bestaat natuurlijk niet als zichzelf. Dus eigenlijk hadden wij bij ons twee groepen. De ene was het uh, juridisch framework. Je hebt in Nederland een gaswet en je een warmtewet en nou, hoe ga je dat überhaupt inbergen? Dus daar praat je zo'n project. Dat was we zeven juristen die daarmee bezig waren. Die keken van nou, welke wetten moet je dan allemaal toepassen en hoe werkt dat. De tweede keek naar, naar veiligheid en naar standaarden. Nou, dat is bijvoorbeeld uh, de nen. Uh, een normalisatieplatform, waterstof en omgeving is op een platform waar we mee gewerkt hebben. Het Project in Engeland werken we samen dus high heat en met, met leads. In Engeland wil met 3,2 miljoen uh, huizen gaan. Dus daar hebben wij continu contacten mee. Want kijk, je gaat dit niet alleen van nederland ontwikkelen, maar dit vooral op het Engelse markt heel groot is, is gezegd, nou, daar gaan we gewoon die manier in. Uh, we hebben natuurlijk ervaring van hij meegenomen in dit team. We zijn in Hamburg geweest, op daar het daar. Uh, nou, wat is er meer gebeurd? De keteltesten, de eerste keer die we klaar hebben, heeft in Rozenburg gehangen. We hebben risico gemaakt met partij. Nou, daar was de brandweer ook, uh, ook bij, zich, bij aanwezig. We hebben duurtesten gedaan bij, uh, bij Entrance. En we hebben DNV-testen gedaan op de co 2 meting als, een beetje als hoofdblokken. Nou, dat heb je allemaal gedaan? Dat wordt allemaal wat, wat technischer. We hebben eigenlijk Als we kijken naar de vergunningen, en daar gaat uh, de spreker iets meer over zeggen, over de botsproeven. We hebben eigenlijk drie blokken. Eén is, op, je produceert het. Uh, je distribueert het, dus je hebt bedrijfvergunning voor nodig. En je hebt iets in de woning. Okay. Nou, er wordt heel vaak gezegd over drukken. Nou, ja, drukken zijn hoog. Uh, als je bij een tankstation hebt, die drukken worden op 1350 bar getankt. Op het tankstation zit 90, 900 bar, op de auto zit 700. Maar in de woning hebben we dus maar 0,0235 bar. Dus waar ik uh, het team gevraagd heb om te gaan bouwen. Ik wil een ketel hebben die net zo is als de huidige ketel. Dezelfde capaciteit, 28 kW, CW4, dezelfde formaat, dezelfde drukken. Nou, als je dat kan bouwen als vervanging, zou je eigenlijk een ideaal vervangingsproduct hebben voor Nederland. Nou, wij, of opleidingen bijvoorbeeld, uh, monteursbeleid, daar hebben we Groningen's Entrance. Hier wordt 5 miljoen in uh, gestopt. Er zitten elektrolytes in, maar er zit ook een netwerk bij van uh, deel 200 bar, deel 50 bar, deel 8 bar en 100 millibar. Nou, de netbeheerders die, die werken eigenlijk in het gebied van, uh, van achtbaar en lager. Dus die kunnen daar... Uh, nou, dit is dus de nieuwe mbo-opleiding industrie. Dit wordt over nou, de komende maanden wordt dit, wordt opgeleverd. Maar daar gaan ook dus de nieuwe technici gaan daar, uh, trainen. Maar ook het dus bestaand personeel wordt daar gewoon uh, opgeleid. En afhankelijk van uh, ja, welke zwaard je wil doen. Dus hier zit, zeg maar een beetje, je leert de componenten, je leert de ontwerpkeuzes, uh, De veiligheidssystemen die daarin zitten, maar ook... Vaardigheden als montages, uh, dat soort zaken. We hebben bijvoorbeeld ontdekt dat je dat gas bijvoorbeeld dat die uh, anders moet als op de bestaande manier. Nou we hadden net al even over uh, over schades en valkansen, en odorant werd dat net al even genoemd. Nou we hebben eigenlijk gezegd, we hebben we odorant van noord, dan kom je ze later, maar pas hier even bij. Uh, van dachten we van ja, dit is ooit vroeger bedacht, maar is het nog relevant? Je kan het ook een sensor kan je doen. Nou A kost de sensor, dat is natuurlijk ook, ook een insteek. Maar eigenlijk kwamen we achter dat de meeste beschadigingen zitten buiten het huis. In buiten het huis heb je geen sensor, dus vandaar hier zie je ook de meeste val is. gewoon beschadiging door derden, dat is meestal door graafschade. Een ander project dat euh, op dit moment loopt, weet je net al, euh, Bart noemde even Ameland, nou, in het High House. Dit is eigenlijk een project dat weer daarna komt. Het High house was natuurlijk een, een oude boerderij, waar mensen zeggen: ja, die was toch zo lek, dan raad de toch weg. Dit zijn uh, vier huizen die zijn gebouwd in uh, Space Air. De brand was uitgenodigd al om daar ook uh, te kunnen testen. Die kunnen echt heel extreem grote proeven uh, in branden en daar, uh, daar doen. Uh, dit zijn dus normale Nederlandse huizen. Die uh, voor de Engelse overheid uh, de was of testen gedaan. Het rapport is niet openbaar. Maar dat wordt wel uh, op komende maanden wordt dat, uh, wordt dat gewoon beschikbaar. En die zie je ook van invoer in de huizen en dat soort zaken. Deze kunnen hier ook echt, omdat dit op een militaire basis ligt, kunnen ze ook echt. Echt grote leidingen te laten ploffen in als effect. Dat is gewoon niet, in Nederland is geen site waar zoiets mogelijk is als wat hier kan. En een aantal mensen van Netbeert zijn daar de zorg geweest. Dit is Rosenburg, en dit is de eerste ketel, de blauwe, die is uit het Hoogveense project uh, feitelijk gekomen. Uh, deze kon nog niet zoveel modelleren, dus dan zei ik hoeveel kan je abonneren, Maar het gaf wel eerst de drie uren van de eerste ketel die we gewoon uh, gedaan hebben. Een ander ding is natuurlijk, ja, risico-inventarisatie is gemaakt en die gaat, gaat heel heel breed. Dat is niet alleen technisch, dat is ook financieel, maar ook van stel de vliegtuig, uh, iemand hekt jouw uh, thermostaat, kan dat dan en wat gebeurt er dan? Dus, nou, deze, de links zitten erbij, dus iedereen kan gewoon die uh, volledige tabellen uh, inzien. We hebben net even gesproken over het vlambeeld, dat kan ik hier mooi laten zien. Je ziet eigenlijk aan de, aan de ene kant het aardgaflammetje, aan de andere kant zie je dus het uh, het waterstofvlammetje En de waterstofing heeft een neiging om er een beetje in, uh, in te kruipen. Dus ondanks dat we de chlorische waarde van waterstof is lager dan van aardgas. Dus je zou misschien zeggen, nou moet ik meer gaten hebben, want dan uh, kan het door. In de praktijk heb je juist minder gaten nodig. Je hebt een iets hogere uitstroom snelheid nodig om dus die vlam wat hoger van het bed uh, af te houden. Nou, Het tweede punt was de discussie over: van ja, maar je hebt toch NOx'en? Een beetje verbrand. Uh, dit zijn de de uh, rapport zei: De rode rij is de legal, dus de limiet. En wij, met de nieuwe technologie kunnen wij dus aanzienlijk lager als aardgaslimieten uh, uh, draaien. Dit, dit is ook een white paper die is door uh, NVGL dus recentelijk gepubliceerd. Uh, nou, we hebben ontdekt: uh, Dit is in het testhuis waar we dus de, de duurproeven hebben gedaan voor drie maanden in, uh, bij Entrance. Aandacht voor je, je stikstof, dus je moet eigenlijk zuster moet je gewoon uit de leiding natuurlijk. Uh, Drijven, dus die echt ook gemeten hoeveel zuurstof daarin zitten. Dat is een deel in implementatie. De links onder die krijgen jullie wel, maar daar staan ook de, de video's bij waar je gewoon het live kan, kan zien. Wat we ook gedaan hebben is van: ja, wij doen iets, maar de wereld is groter hè? dus ik noem wat, als een club als, als HSF die levert bijvoorbeeld de, de buizen die aan de bovenkant uh, zitten, dus de, de, hoe dat, de afblaas. Nou. Roga's, ja. Nou, ook de Roga's, die wouden natuurlijk van hé, hey, we kunnen aanhaken bij jullie project. Dus hebben we ook meerdere andere componenten hebben gewoon meegedaan aan deze testen. Ook zoals de firma Venster. Ja, kijk, iemand moet een keer het spul gaan installeren. Dus hebben we gewoon Venster gevraagd: Ja, wil jij nu de partij zijn? Omdat je op landelijk wel opereert. Om uh, in die pilot mee te draaien. Dus hebben we dat op die manier gedaan. En die hebben ook een opleiding opleidingen ingezet, zodat je direct uit kan rollen. En uh, na het tijd rollen we dat natuurlijk uit op veel meer uh, installateurs. Nou, de, NEN. de NEN heeft eigenlijk vijf uh, werkgroepen gedaan. Uh, nou, er zijn een aantal, uh, we zijn net al genoemd. Omgevingsveiligheid, uh, dat was, welke norm moet je wijzigen? Uh, odorantkeuze, we hebben net al, al even werd gezegd: ja, pak we, het, we hebben hoogveen gezegd, we pak hetzelfde als nu. Alleen, we weten, kijk, voor de ketel maakt het niet uit. Alleen ga je naar brandstofcellen, moet je een ander hebben. Dus niet zwavelhoudend. Dat is een lopend onderzoek waar op dit moment uh, speelt. Maar ook bijvoorbeeld, één is een werkgroep: ja, hoe ga je het gasnet ombouwen? Oh, de rand, ik denk dat dit net al genoemd is, Even. de en de klikmeldingen die daar uh, voor lopen. Oh. Goed. Nou, De vraag is natuurlijk van hoe veilig is aardgas? Nou, je kan zien, uh, we hebben 37 ongevallen gehad in, uh, in Nederland op aardgas. Dus Kiva maakt elk jaar een heel mooi uh, rapport van. Dus als je dat kijkt op de 8 miljoen ketels, is dat eigenlijk een heel klein uh, percentage. Daarvan waren elf ketels dat was of brand of explosie uh, gerelateerd. dus dat is zelfs nog een kleiner. Uh, we hanteren hetzelfde drukken als uh, voor, voor aardgas. En wat natuurlijk uh, als alle consortiepartijen is, iedereen denkt dat het heel belangrijk Dus zeker als je een begin hebt, is het is absoluut een risico uh, of een ongeval is niet te accepteren. Dus alles wordt dubbel en drievoudig wordt gewoon gedaan om, uh, je kan altijd terugschalen, maar op dit moment, iedereen gaat voor absolute safety. In alle testen die er gewoon uh, gebeurt. Maar kijk je puur naar de energie. Kijk welke, hoeveel energie kan je in je huis ontploffen, ontploffen. Ja, maximaal de hoeveelheid die er in je buis zit. Nou, de hoeveelheid gas die in je buis zit is hier van een factor 3 lager. Gewoon gezien de calorische waarde al. Uh, nou, heb ik even iets meer in detail. Dit werd net al even genoemd. Dit zijn echte cijfers. Uh, 26 ongevallen zijn gebeurd door giftiging, Nou, ja, dat gebeurt hier van niet bij waterstof. Uh, brand of explosie, ja, dat, dat weten we niet hoeveel dat worden. Uh, de vraag of deze allemaal zijn gebeurd door. De, nou, zou we niet door alleen door de ketel, maar dat kan soms ook opzet zijn. Maar in ieder geval, er zijn geen redenen om aan te nemen dat het getal veel, uh, veel hoger zou liggen. Ik zeg, in, de, in de hoofdreden is de vergiftiging en dat treedt sowieso dus niet op. Nou, wat doen we extra? Uh, we doen extra inspecties op de leidingen. Wij doen de uit, uitstroom gas Die zit niet op, op dit moment op aardgas ook aan te bevelen, maar die zit er gewoon niet op. Dus die nemen we hier sowieso mee. Uh, we plaatsen een, een, een zuurstofmeter, uh, of sorry, een lelmeter waterstof. Dat kan een koloniside uh, zijn. Dat is in ieder geval voor de pijlen doen we dat als, om, om zeker te stellen. Nou, we hebben geen uitstoot van CO. Vaste leiding van gasmeter naar dus geen koppelstukken daar, uh, daartussen. We hebben, we hebben werking van gecertificeerde, gecertificeerde uh, monteurs. Dus uh, nu kan iedereen natuurlijk zelf naar de bouwmarkt gaan en zelf een ding thuis installeren. Nou, dat wilde hij van niet doen met waterstof. En we gaan sowieso het leidingwerk thuis afpersen. Af en daar is misschien wel de grootste zorgpunt van, ja, waar hebben mensen thuis uh, hangen? Ik, ik heb gehoord, zo'n tuinslang onder huis hangen, ja, dat gaan die dus niet werken met waterstof. <güls> dus je moet wel gewoon, uh, daar is ook, de overheid moet daar wel een formeel op inspecteren, maar in partij gebeurt dat gewoon heel weinig. Nou, hier is ook de historie, geloof ik wel. Nou, de stelling, waterstof CV is net zo veilige oplossing als huizen te verwarmen. Uh, misschien één ding wat te zeggen is het financiële uh, aspect. Maar de allergekoopste manier voor een, voor om te verduurzamen is gewoon gaan naar groen gas. Want dan hebben we eigenlijk in huis of niks te veranderen. Het is dus gewoon dezelfde ketel en het verandert eigenlijk helemaal niks. Dat krijgen mensen nu al. Uh, de tweede stap zal gewoon een waterstof-CV-ketel worden, puur een investering. En kijk je over 10 jaar, 15 jaar periode, dan is het gecombineerd met een waterpomp of een hybride waterpomp. Dat is gewoon de meest goedkope uh, oplossing, omdat je dan spaart op je waterstof. Uh, en dat is een aanzienlijk lagere investering als uh, naar warmtenetten netten. gaan ook een puur wat de burger al zelf, uh, zelf betaalt. En dat was dan ook de reden dat we toch gezegd ja, dat is eigenlijk de insteek om toch voor waterstof- uh, te gaan. En dat betreft hier, voor niet genoeg, maar het betreft de eerste fase om 80 woningen, de tweede fase om 427 woningen. Is dat jouw. Uh, zijn, is, zijn dit je slotwoorden? Uh... Ja, volgens mij wel. Voor mij was dat de laatste. Ja. Ja. kijk. Hé. Hey, heb je het ik vond het wel mooi, ook, ook, ook je stelling, hè? En ik weet uh, wij hebben denk ik een, een jaartje of twee, drie geleden, toen al deze kennis denk ik misschien nog wel ietsjes minder hadden, dat we zeiden van waterstof en, en de woningbouw, we zien het in de, in de grote vlucht maken, maar wij zijn nog wel een beetje huiverig als, als, als dames en heren van de veiligheid, je zegt, van, moet je dat waterstof per se die woning inbrengen of gebruik je het om een woning op te warmen van elektriciteit te zien maar breng je de waterstof zelf niet de woning in? Als ik, dat nou nog eens een keer, zeg maar, schetst ten van wat jij nu presenteert. Wat is jouw, jouw, jouw mening over wat wij toen twee of drie jaar geleden op die manier zo gepresenteerd hebben? Nou, ik krijg op het moment als je een buitenwoning plaatst, dat betekent eigenlijk dat je heel veel panden het afvalt. Ik bedoel, kijk, ook wat Adel noemde van de uh, monumentale panden. Ja, daar mag je ook geen warmtepomp plaatsen, afgezien dat je die is isoleert. kan je ook geen buitenunit op de cv daar, daar neerhangen. Nou, je kan ook zeggen we doen het met een warmtenet, maar dan moet je alsnog weer een warmtenet uh, erin leggen. Dus eigenlijk ben je altijd duurder. Dus als je zegt van nou, ik heb een CV die gewoon werkt en die heeft minimaal dezelfde veiligheidsconcepten als, uh, als nu, en eigenlijk iets hoger, creëer je geen aanvullend risico. Als je bijvoorbeeld hetzelfde KIWA-rapport van, uh, van elektriciteit bekijkt, dan ligt bijna een factor 8, 9 hoger. Zelf vorig jaar waren er volgens mij 550 branden in Nederland uh, vergeleken. Totaal. Het is zelfs door kroon iets hoger geworden. Met als reden van ja, men heeft meer elektrische apparaten in huis. En daardoor ontstaat meer interne kostluiting. Kijk aan, dus jij zegt uh, die ene kant van de medaille die wij toen schetsen. Dan zeg jij van, maar die andere kant van de medaille, daar moet je ook eens even goed naar kijken. Bijvoorbeeld het aantal branden vanuit die elektrische apparaten. die ja. je dan introduceert uh, ik zet in de het, ik heb het uh, rapport gezet van, van gas. Maar hetzelfde rapport geeft, of in ieder geval dezelfde organisatie, doet het ook voor stroom achter de meter. Kijk, die cijfers zijn zo betrouwbaar als mogelijk, alleen er is geen formele meldplicht om uh, het aan te melden. Hè? Dus Kiwa leest alle kranten, alle artikelen en, en, en op die manier gaan ze, gaan ze aangeven van oké, okay, wat is er gebeurd en uh, die pakt de, de verslagen. Maar ze doen dat elk jaar weer, dus het is wel iets wat ze al een jaar of tien, vijftien doen. Dus het geeft wel een goed beeld hoe, dat, uh, hoe ze het ontwikkelt. Kijk dan. Willem, hartstikke bedankt voor jou, uh, jouw toelichting op het, het Hydrogreen project en hoe jij uh, aankijkt tegen waterstof uh, als, uh, als bron om ook in, in die woningen toe te passen. Je maakte zelf al het, het, het korte het bruggetje ook naar, uh, naar de brandweer. En uh, het mooie is inderdaad: we zijn van uh, de energiemix van Nederland vanuit uh, Alliande naar transport naar de woonwijk Hydrogreen. En we komen nu zeg maar. Uh, vanuit de brandweer en hun participatie ook in het, uh, in het hele project rondom Hydrogen en de inbreng en de ervaringen die zij hebben in dit, uh, deze pilot. die uh, ja, Nederland op een gegeven moment ook een <kwijnt> stapje verder moet brengen. richting die, die duurzaamheid en de energievoorziening ook in de woningen. En uh, ik vind het mooi dat we Dirk van Dijk en uh, Niels Westra uh, hier in ons midden hebben. om hun ervaringen. Van hoe het is als veiligheidsregio om in zo'n groot consortium te werken, waar ze tegenaan lopen en welke lessen zij met ons kunnen delen. Want dit soort projecten gaat er natuurlijk nog in een grote veelvoud in Nederland op een gegeven moment aan de orde komen. Dus Willem en of Dirk en Niels, aan jullie eens even om ons bij te praten over hoe gaat het eraan toe in dit soort trajecten. Ja, dankjewel Niels. Zoals gezegd, mijn naam is Dirk van Dijken en ik sta hier samen met mijn collega Niels Westra. Um, wij werken allebei bij de veiligheidsregio Drenthe en uh, wij mogen iets vertellen over een uniek waterstofproject in Hogeveen. En uh, we willen beginnen met een plaatje uit uh, Noord-Nederland. Ja, dit is een plaatje uit, uit Noord-Nederland met uh, daarin eigenlijk schematisch weergegeven alle uh, waterstofinitiatieven die van stad zijn gegaan of van stad gaan. Um, je ziet hier de, de Eemshaven en delft als locaties. Uh, bij ons in Drenthe met name Emmen en het Emtec-terrein. En wat wij voornamelijk op inzoomen vandaag is uh, Hogeveen. De, de waterstofwoonwijk Hogeveen. Uh, waar wij bij het consortium aansluiten. Ja, wij zijn daarbij uh, uh, bij aangesloten bij het uh, consortium Hydrogreen. Nou, je ziet al dat er ongelooflijk veel uh, partijen bij zijn aangesloten. En uh, dat consortium kreeg ook de vraag mee: uh, is het mogelijk om waterstof toe te passen in een woonomgeving? En uh, als je nog een klikje doet. Uh, dat consortium heeft uiteindelijk dit rapport opgeleverd. Dit rapport is ook uh, te downloaden uh, op internet. En uh, de, de conclusie uh, die daaruit naar voren komt is: ja, waterstof is best toe te passen in uh, de woonomgeving. Maar nu komt die, maar wel met de goede veiligheidsmaatregelen. Nou, dit is een, uh, een plaatje van Hoge Veen. Um, je ziet hier uh, drie bolletjes. Uh, de bovenste bolletje, uh, dat, is de, dat is de locatie waar de nieuwbouwwijk uh, zal gaan komen. Zoals Willem al zei, uh, 80 tot 100 nieuwbouwwoningen. Daaronder zie je een bolletje uh, en dat is de locatie van de NAM-locatie. Uh, een hele mooie locatie voor deze project, omdat uh, je daar ongelooflijk mooi waterstof kunt produceren. Je kunt waterstof opslaan en middels buisleidingen kun je waterstof dus. Transporteren naar die nieuwbouwwijk in Hogeveen. En rechts zie je uh, de bestaande woonwijk Erflanden, uh, de ongeveer 1100 woningen, waar ook uh, ja, het idee is om ook uiteindelijk de bestaande woningen uh, te verwarmen met waterstof. Nou, wat, wat gaan we doen? Uh, dit plaatje hebben jullie misschien zo net ook even gezien. De middelste lijn die gaat, die laat zien dat we beginnen met waterstof extern aan te voeren. We gaan de waterstof opslaan op de NAM-locatie, zoals ik al heb gezegd, en middels een waterstofdistributienet wordt de waterstof aangesloten op de woning. In 2023, in ieder geval ietsjes later. En dat gaat het bovenste uh, rijtje over. Dan wil men op de NAM-locatie ook middels groene stroom ook groene waterstof uh, produceren via elektrolyzer. Uh, en dan ook opslaan op de NAM-locatie. En als derde stap, uh, en die is al een paar keer genoemd uh, vanmiddag, dan wil men ook een aansluiting maken op de GasUnie Backbone. Ja, hier zie je ziet het dan nog even uh, ook op een kaartje weggeven, die, die Backbone die ook in de eerdere presentatie al aan, uh, aan de orde kwam. Uh, hij wordt nog gerealiseerd uh, en je ziet hem hier van, van noord, eigenlijk van noord naar zuid lopen. Uh, Waarbij uh, voor Drenthe inderdaad, wat ik net zei, het Emtec terrein uh, uh, als locatie aangewezen is. En ook uh, hopelijk dan Hoogveen uh, in de toekomst. Ja, alle productielocaties worden eigenlijk verbonden met alle, alle locaties die ook waterstof moeten hebben. Nou, als je kijkt naar uh, de uh, waterstofwoonwijk in Hogeveen, dan kun je zien dat we eigenlijk al van de vier uh, van de vijf veiligheidsprincipes, zoals het IFV heeft omschreven, dat we daarmee eigenlijk al voldoen. Met name ook doordat we gebruik maken van de bestaande uh, NAM-locatie. We creëren een, uh, een veilige afstand tussen waterstof en de woningeigenaar. De productie uh, en de opslag die vindt geconcentreerd, geconcentreerd en ook buiten de woonomgeving plaats. En uh, waterstof wordt getransporteerd via de buisleidingen tot in de woning. Uh, puntje 5. Omzetting van waterstof in warmte. Ja, dat zal plaatsvinden in de woning zelf. Uh, vaak op dezelfde plek waar ook nu een uh, gewone aardgas-CV-ketel hangt. En Dit waren onze, uh, onze uitgangspunten om te beginnen aan het, uh, aan, het, aan het project. Of in ieder geval om deel te nemen aan dit project. Uh, het is nieuw. Dus uh, je moet ergens vanuit gaan. Uh, wij vonden deze veiligheidsprincipes. Uh, Goed om mee van start te gaan. Ja, en een ander uitgangspunt waar we eigenlijk heel blij mee zijn, is, de, is dit uitgangspunt wat we hebben omarmd, is dat uh, wij hebben gezegd. nou het is prima om met waterstof uh, te gaan werken. Maar wij bevinden wel dat aangetoond moet worden dat het risico met waterstof in ieder geval gelijk of kleiner moet zijn dan het risico dat we op dit moment lopen met aardgas. Ja, er zijn eigenlijk een aantal maatregelen uitgekomen. En uh, het was wel goed om te horen dat in de vorige uh, presentaties eigenlijk. Alles uh, aan boord komt wat wij uh, ook aan maatregelen hebben uh, voorgesteld en doorgesproken met het uh, consortium. Uh, nou, ik heb ze hier genoemd. De autorisatie zoals we dat ook bij aardgas uh, kennen. Uh, het elektrisch koken. Uh, we gaan dus uh, elektrisch koken. In, uh, uh, voorheen deden we natuurlijk altijd op aardgas. Uh, dat is er helemaal af met waterstof. Uh, dus het is uh, elektrisch. Uh, gebruik van gecertificeerde installateurs bij het uh, uh, monteren van alle installaties, uh, alle voorzieningen, om te komen tot de waterstofketel en het gebruik van stikstof bij het spoelen van, van de leidingen voordat uh, waterstof er doorheen gaat, erg belangrijk en ook genoemd die afsluitklep. En die afsluitklep uh, vonden wij met name belangrijk daar waar uh, sprake is van een, nou, een hele grote uitstroom uh, van waterstof, om te voorkomen dat waterstof zich ophoopt in de woning, hebben we gezegd van. Uh, zorg voor een afsluitklep uh, vlakbij de meter, zodat je uh, een grote hoeveelheid van uh, waterstof en ophoping daarvan voorkomt. En uh, de, de ventilatie, erg belangrijk, ook al genoemd. Het vervliegt heel erg snel. Um, en het is belangrijk dat uh, de meterkast geventileerd wordt en de CV-ruimte. Uh, naar alle waarschijnlijkheid uh, komt in Hoge Veen ook de CV-ruimte op de zolder. En we hebben ook gezegd: van, uh, zorg dan daar ook voor een, een goede ventilatie zodat je geen ophoping krijgt. Ja, even, even terug nog, uh, als je wil. Nou, dit, dit is eigenlijk het punt waar we uh, met dit project ook staan. He, we hebben een, een uitgangspunt en we hebben met elkaar een aantal uh, uh, maatregelen afgesproken met elkaar. En de vraag die ligt op dit moment eigenlijk nu voor: is uh, als we deze maatregelen nemen, uh, voldoen wij dan ook aan het uitgangspunt? He? Is het risico dan met waterstof ook gelijk of kleiner dan het risico met aardgas? Nou, en, de, en dat willen we uh, heel graag in het noorden, uh, willen we dat met een proefwoning gaan aantonen. Uh, nou ja, we kregen net al een, uh, een uitnodiging van Willem Hazenberg om dat misschien in Engeland te doen. Daar moeten we het toch maar eens een keer over hebben. Maar in ieder geval een duurproef in een, uh, in een uh, proefwoning lijkt ons ongelooflijk geschikt om te kijken van, zijn dit de maatregelen nu die we ook willen omarmen om het risico gelijk of kleiner te hebben uh, dan met aardgas. Nou, hoe zou je daarnaar kunnen kijken? Uh, ja, zo, je zou, en daar hebben wij deze matrix voor, uh, voor bedacht, je zou eens kunnen kijken naar uh, ja, wat zou er zou kunnen gebeuren met, uh, met aardgas. En uh, de laatste drie kolommen uh, laten dat zien. Uh, de eerste is, ja, er kan natuurlijk altijd een kleine lekkage zijn. Uh, zelfs als de installatie voldoet, en dan heb ik het over een aardgasinstallatie, uh, dan heb je altijd kleine lekkages. Uh, de kans van het optreden is groot. Bij, bij u en mij thuis heb je eigenlijk altijd wel wat lekkages. Maar de kans op slachtoffers is bijna nihil, omdat de aardgas eigenlijk ook heel snel vervliegt. Nou, dat zou je ook in zo'n proefwoning uh, prima kunnen uh, uh, laten zien. Helemaal rechts, dat zei Niels ook al. Uh, een ander scenario is, is dat je een hele grote lekkage hebt, bijvoorbeeld door het openzetten van een gaskraan. Uh, ja, er is echt wel een reëel risico dat als dat gebeurt dat er dan uh, slag, slachtoffers zijn te betreuren. Nou, en dat zou je ook kunnen gaan uh, uh, bekijken in zo'n proefwoning met de wetenschap, dus dat je elektrisch gaat koken en dat je dus zo'n gasklep hebt, is dan het risico met waterstof gelijk of kleiner dan met aardgas. En als laatste hebben we dan die middelgrote lekkage nog. Um, daarbij kun je denken aan dat verbindingen, regelaars of kleppen niet helemaal goed functioneren. Dus je hebt een, een iets grotere lekkage dan normaal. Um, risico's op slachtoffers zijn daarbij klein. Ook omdat er dan autorisatie is toegepast. Maar ook dat zou je in zo'n proefwoning prima kunnen onderzoeken. We hebben nog de onderscheid gemaakt tussen een bestaande leiding en een nieuwe leiding. En dat, dat was eigenlijk omdat uh, de nieuwbouwwijk Nijstad uh, wordt uiteraard nieuw gebouwd. Maar die bestaande leidingen. Daarvan uh, hebben we gezegd van nou, onderzoek dan in de nieuwbouwwijk die als tweede fase, of de bestaande woonwijk die als tweede fase daarop aangesluiten. Onderzoek dan ook met die bestaande leidingen wat dan het effect is van uh, die kleine lekkage, middelgrote en die grote lekkage. Dit was uh, in het kort onze sheets, en wij stel, uh, willen, willen eindigen met uh, deze stelling op deze vrijdagmiddag. Nou, in dit project waren we wel helemaal blij dat er geen regels waren, want uh, ja, we hebben nu eigenlijk een goed gesprek. Dankjewel. Ja, heren, jullie bedankt. En, uh, en, en mooi dat jullie zeggen, joh, ja, regels, regels, maar een gesprek, daar hebben we meer aan. Hè? En dan is misschien wel gelijk even de, de vraag ook bijvoorbeeld aan, aan Willem. Er waren geen regels, maar jij hebt gesprek gevoerd met deze heren, denk ik. Wat is jouw mening daarover? Hielp het jou? Nou, zeg, er zijn natuurlijk ook regels, maar die regels liggen vooral meer op de regulerende deel, dus gaswet en dat soort uh, zaken. Uh, daarnaast heb je natuurlijk, uh, je ja, kan Green Deals hebben, dan kan je zeggen, oké, okay, we hebben wel regels, maar die, die negeren we gewoon even voor het gemak. Ja? Of ik gewoon, omdat we het in gecontroleerde omgeving doen, alleen dan moet je heel goed natuurlijk afstemmen over hoe je, onder welke manier je dat gaat doen. Want kijk, in de NEN kunnen we niks op papier, uh, kunnen we op papier zetten, maar ook dat blijft papier exitie. Dus hebben we in de NEN hebben we ook afgesproken van Hoge is pilot. Uh, alle de ervaring die we daar uh, leren, ga ik terug. Okay, eigenlijk is een norm niks meer dan een afgespreken afspraak. En als wij samen een afspraak maken en wij doen, zeggen we zeggen van nou we denken dat het zo goed is en we gaan die proeven doen, in dit huis bijvoorbeeld, en we komen tot ontdekking dat iets misschien niet helemaal goed is, omdat we niet op twee meter moeten meten of op één meter of een half centimeter, uh, ja, dan passen we uh, het aan tot we een definitief iets hebben van het is goed. Kijk, daarom is het een pilot. Voordat we dit heel Nederland breed uitrollen, liggen die standaarden wel. Maar dat kost gewoon een stukje tijd. Dus vandaar, hier moet je gewoon in, in gezamenlijkheid kijken: van nou, uh, waar is jouw zorg? En hoe kunnen we die zorg wegnemen? Bijvoorbeeld, ja, je, je noemde net al van: ja, ik, ik heb op, ophoping in het huis. Nou heb je natuurlijk twee dingen. Enerzijds is er extensive flow. Maar ook een van de dingen die wij zeggen in de pilot: wij, wij plaatsen gewoon, uh, zeker het halve, uh, waterstof sensoren. Niet dat we die voor elk huis nodig hebben, maar in de pilot doen we ze in ieder geval wel. Dus mochten we het ooit zijn, dan hebben we in ieder geval die data. Die we gewoon kunnen meten. Ook alle huizen, die wil aansluiten op telemetrie. Dus we gaan van alle huizen exact uitmeten hoe het verbruik is van die dingen. Dat gaat niet op alle huizen straks in Nederland, maar wel <kwijnt> voor de pilot weten we gewoon dat soort dingen. Want je kan nog zo'n mooie dingen in, uh, in een testcentrum doen. Als je 80 bewoners hebt en alle 80 hebben een ander stookpatroon. Nou, die data uh, is relevant. Dat hebben we ook in Rozenburg gedaan, daar hangen ook sensoren omheen. Daar zit ook telemetrie op al die equipment. Juist om maximaal de hoeveelheid data gewoon te krijgen. Want Kijk, nu gaat het om 80 kedels, maar straks al 50.000 of 100.000 dingen per jaar gaan maken. Is ieder klein dingetje is relevant? Dus ook bijvoorbeeld waar we nu Hoogveen gedaan hebben, de, of entertainment. Die ketels hebben de 100 uren gedraaid. Die worden helemaal weer uit elkaar gesloopt. Uh, om te kijken van ja, hoe is het intern. Uh, nou, is er kroosie geweest? Zijn er bepaalde plekjes uh, gezien? Ook bijvoorbeeld het, uh, wat jij noemde, Bart, uh, het, het project in uh, Ameland. In, heeft via gedraaid? Nou, ja, daar zijn al die buizen zijn weer opgegraven. Is dus allemaal naar Kiva gegaan. En die hebben al die buizen uh, onderzocht. Dus wij gaan hier ook bijvoorbeeld uh, in de in erflanden, uh, doen wij aanvullend onderzoek op die, uh, op die leidingen, omdat we gewoon absoluut zeker willen weten of het allemaal goed is. En je kan daar ook proefstukken uh, soms, uh, soms inzetten. We hadden bijvoorbeeld een plane ook met, nou je hebt meer flow, dus je zou kunnen hebben misschien pieptonen. Kijken, hebben we meerdere diameter buizen daar gewoon ingezet? Kijken, hebben we überhaupt thermische akoestische problemen? Krijgen we dat? Dus je kan dat soort dingen in de pijlers dus meenemen, je kan extra proefbuizen daar inzetten, die kan je dan, een of een ik ga je, of je even onderbreken, ja. Willem, want <laughs> ja. voordat je het weet uh, ja. pak, pak je heel veel dingen erbij. Dank voor jullie inleiding. We hebben een, een behoorlijk mooi setje vragen ook voor, uh, voor, voor de paneldiscussie. Uh, maar mooi ik had er zelf eigenlijk een eentje en die vond ik ook nog wel aardig. Ik, ik heb eigenlijk nog weinig gehoord, uh, Dirk en Niels, uh, jullie zijn vanuit de risicobeheersing... maar jullie <coughs> collega's vanuit incidentbestrijding. Hoe kijken die tegen deze ontwikkelingen aan op het gebied van waterstof het transport, het opslag en het gebruik in woning. Hebben jullie daar ook uh, kijk of zicht op? Hoe betrekken jullie die kennis en, en behoeftes in dit soort uh, pilotprojecten? Nou, volgens mij is dit bij de, uh, de, uh, bij dit project wat nog helemaal gerealiseerd moet worden. Uh, uh, zijn wij vanuit risicobeheersing bij betrokken. Uh, het is wel de bedoeling dat wij uh, als het project loopt en uh, men is aan het bouwen, dat wij ook onze collega's van IB gaan meenemen. En laten zien: van, goh, zo ziet de woning eruit, daar hangt de ketel. Uh, achtergrondinformatie: wat kun je verwachten bij waterstof? Dat, dat zal zeker moeten. Ja. Ja. Tussen tijdens de presentaties hebben we al wel gedaan in, bij, uh, uh, in Emmen, waar een, een beroepspost is. En, en men is ook daar uh, nou, best wel onder de indruk hoe snel zeg maar, die ontwikkelingen gaan. En, uh, nou ja, dat, ik denk dat iedereen dat uh, hier wel kan beamen. Ja. Een hey, paar vragen uit de chat. Uh, de eerste, ik, ik vraag hem aan jou, Bart. Uh, we hebben een paar keer gezien dat uh, bijvoorbeeld onderhoudswerk, uh, dat is belangrijk, dat moet veilig gebeuren. Ik, ik zag al hè, het inertiseren in, in, in erte omstandigheden. Zijn daar al procedures, richtlijnen voor over hoe je dat doet? Nou, wij uh, zijn als netbeheerders gezamenlijk bezig om al werkinstructies op te stellen. Uh, die hebben we ook uh, al toegepast op de Green Village in Delft. Uh, we hebben ook gezien dat we moeten spoelen met stikstof. En we hebben bij Kiwa zowel uh, theoretisch, maar ook gewoon praktisch testen laten doen. Uh, we hebben daar een buis van, uh, nou, ik schat, 100 meter aan laten leggen. En daar met verschillende snelheden geoefend, gewoon met stikstof spoelen. Met onze eigen monteurs ook uh, van de netbeheerders. En daar kwamen ook uh, de ideale spoelsnelheden uit. Uh, uh, ook bij stijgende leiding, bij brugleidingen en bij uh, leidingen onder kanalen door. Dus dat soort praktische kennis wordt momenteel allemaal ontwikkeld. Kijk. Dat was ook een van de dingen in, in Hoogeveen bijvoorbeeld. Kijk, Hoogeveen is op zich rendogebied, maar ook uh, in Exeter, Liander, uh, Koga's hebben er gewoon aan meegedaan, omdat ze ja, het heeft geen nut om in Liander gebied andere regels te hebben als in het rendogebied. Dus die hebben gezamenlijk, hebben ze, als één van de werpketten was, gewerkt aan die onderhoudsstandaarden. Uh, uh, Oké, okay. kijk, hey, een, een andere vraag die brandde mij ook al een beetje op de lippen toen, uh, toen aan het presenteren was, is deze hele transitie en die belangrijke rol van waterstof, is dat een? Ja, een soort Nederlands uh, dingetje? Of speelt dit zeg maar, in de landen om ons heen ook zo uh, in Europa? Kijk, ik uh, noemde al even dat eigenlijk de ontwikkelingen rond waterstof. die zijn eigenlijk in Japan gestart. Uh, ik liet ook aan het eind zien uh, die, de plaatjes over de, de, de brandstofcellen in de woningen daar. Uh, en hoe, en dat, ja, het is gewoon ook door een incident gestart. Want wat was nou de aanleiding? Fukushima. He, dat was eigenlijk de aanleiding. Uh, Japan wilde helemaal op kernenergie over. Dat gaan ze zeker niet helemaal wegdoen. He. Ze blijven, maar ze hebben ook gezegd, we hebben een tweede bron nodig. Nou, Japan is net zoals Europa of als Nederland, he, heeft geen goede uh, zoninstraling, niet heel veel uh, wind, uh, is dicht bevolkt. En, uh, en die hebben dus een overeenkomst gemaakt met Australië om het daar te importeren, uiteindelijk. Die zijn... Uh, in 2014 is door de toenmalige pre uh, premier Abe dat eigenlijk in gang gezet. En Zuid-Korea is gevolgd, Australië is natuurlijk uh, gevolgd. Uh, je zag een hele ontwikkeling in China eigenlijk uh, heel erg naar batterijelektrisch. elektrisch. Die zijn nu heel sterk over naar ook de waterstof. Hè, dus ook het uh, zwaardere vervoer. Uh, en ook uh, uh, dat plaatje wat jullie lieten zien, dat heb ik uh, ooit eens getekend, en dat was vier jaar geleden. Van uh, Noord-Nederland. En dat was eigenlijk de aanleiding dat ik in Noord-Nederland ben begonnen. Was de vraag van de drie noordelijke provincies. Van zeg, die gasproductie moet hier omlaag. En uh, er werken 20 30.000 mensen in die sector. En wat moeten die gaan doen? Uh, en dat heeft eigenlijk de aanleiding gegeven. Ja, wat zou je nou met de assets die je ook hebt. En we zijn een sterk aardgasland. En we hebben de aardgasrotonde. En dus niet alleen voor die energietransitie, maar ook voor je economie. Wat zou je nou kunnen doen? En dan is Nederland wel bij uitstek een land wat heel erg goed uh, geëquipeerd is, ook om die waterstoftoepassing uh, uh, te doen. Nou, de laatste jaar, dat is 2020, tijdens de pandemie, heb je gezien dat uh, bijna alle landen in Europa nu een waterstofstrategie hebben. De Europese Unie een waterstofstrategie uh, heeft, waar ik zelf ook een, uh, een bijdrage aan heb uh, mogen leveren. En dat je dus nu, kijk. Ik, uh, woensdag heb ik uh, in nu.nl. We hebben met het Waterstofpact een, uh, gezegd: van ja, kijk, nu moet Nederland ook wel een beetje doorpakken. Want die andere landen, bijvoorbeeld Duitsland, heeft al een budget van 9 miljard gereserveerd. Frankrijk van 7 miljard. De uh, zuidelijke landen zien het als een exportmogelijkheid. Hè, dus Spanje en Portugal. Dus die hebben ook miljarden in feite gaan die investeren. En wat doet Nederland? Geen idee. 35 miljoen per jaar. Kijk al. He, dus. Vergelijkbaar moeten die 2,5 miljard doen. Dus Nederland is altijd goed in het praten. Maar je ziet dus dat die ontwikkelingen ook op dit soort toepassingen. Uh, Willem noemde het al in de UK, hè, waar ze echt grootschalig uh, aardgas hè, rond Leeds uh, gaan vervangen door, door waterstof. Hè, dat zijn geen projecten van uh, tientallen woningen, dat gaat over miljoenen woningen. Hè, daar zijn ze natuurlijk ook. Want waarom staan die woningen om te testen in de, omdat ze daar grootschalig omgaan. Om dus we zijn ook op dit vlak waar we misschien vier jaar geleden nog een van de eerste, uh, maar nu zijn we weer. Nou ja, ik, wil het, ik durf het haast niet te zeggen, maar Nederland heeft die neiging wel vaker. Nu, nu beginnen we toch weer achter, achterop te, 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 te lopen. Terwijl we uh, eigenlijk wel een unieke positie hebben met al wel, die gasbuizen in de, in, in de grond. Uh. Absoluut. We hebben natuurlijk naar de hoogste uh, percentage gasaansluitingen in, in Europa. Uh, uh, wij zijn eigenlijk het land wat het het beste zou kunnen toepassen. En wij zijn dan eigenlijk een land dat het zegt van we moeten van het gas af en helemaal naar elektriciteit. Hm. Nou. Een gerelateerde vraag eraan, die komt vanuit uh, uh, Raymond Horsch, die zegt zijn de huidige kunststof gasleidingen geschikt voor waterstof? Kijk ook een beetje naar jou, Bart. Ja, hoor. Dat is een van de eerste dingen waar we onderzoek aan hebben gedaan en die zijn zeker geschikt. Um, we hebben in 2018 aan Kiwa gevraagd om al het internationale onderzoek samen te voegen. Er is veel onderzoek in Nederland gedaan, maar ook in andere landen waar je gewoon goed naar kunt kijken. En er zijn uh, bijvoorbeeld in Denemarken en Zweden ook buizen van 20, 30 jaar oud uit de grond gehaald in een proefveld, aan waterstof blootgesteld en uh, ja, dat blijkt dat het heel goed uh, gaat. Veel mensen zijn ook bang dat omdat waterstof kleiner is, dat je permeatie zou krijgen waardoor het vluchtiger is. Het is inderdaad ietsjes vluchtiger dan aardgas, maar populair gezegd uit een aardgasleiding ontsnapt vrijwel niks en twee keer vrijwel niks is nog steeds niks. Um, dus ook de permeatie van waterstof is heel erg laag door uh, kunststofleidingen. Uh, ja, dus daar zit, als ik het zo even begrijp, absoluut geen probleem nee, om, uh, nee, om die kunststofleidingen ook te gebruiken. Alle gasdistributiemateriaal is van uh, aangetoond dat ze in principe geschikt zijn. We zeggen alleen wel als gezamenlijke netbeheerders materialen die je ook al niet meer wilt gebruiken voor aardgas. en die je versneld aan het vervangen bent. Ja, daar moet je geen waterstof meer op gaan zetten. Nee, dat misschien ter aanvulling. We hebben natuurlijk nog wel een paar procent gietijzeren en asbest- ja. en uh, En daar is al een programma, want die moeten we eigenlijk ook al vanuit de veiligheid vervangen. Hè? Dat, uh, ja. en, uh, en, en die worden dus ook al vervangen door PVC of uh, polyethyleen. En dat, dan, dan is het verhaal wat. Uh, wat Bart vertelt helemaal uh, juist. Maar je ziet wel dus dat materialen zeg maar, per deel he, he, worden ge gecontroleerd. Zijn die onderdelen geschikt voor waterstof? En daar komt dan heel vaak ja op. Maar het zou toch ook mooi zijn dat al die delen samen he, in een duurtest, in een proefwoning, gewoon voor een aantal maanden he, worden bekeken. Dus som der delen, zeg maar. Ja, dat is dan weliswaar niet in een, een woning. Maar voor distributiematerialen zijn er dus ook duurtesten met systemen gedaan. In de zin dat buizen, koppelingen... Ja. Uh, huisaansluitleidingen als systemen ook getest zijn. Um, nou in Engeland zijn ze daar in woningen ook mee bezig. En veelal worden in de woningen ook materiaalkundig dezelfde materialen toegepast. Waar wij nu nog in onze gasnetten naar aan het kijken zijn, functioneel, bijvoorbeeld de regelaars. Financieel een klein onderdeel, maar voor veiligheid wel van belang... Uh, ...dat de veiligheden en de regelaars ook allemaal werken. Er loopt momenteel ook onderzoek naar rubbers, wekendelen... Uh, ...of die niet uh, ja, waterstof gaan opnemen. Nou, dat soort onderzoeken lopen allemaal. En als netbeheerders kiezen we altijd, als we het niet zeker weten, kiezen we een veiligere optie. Net wat Willem net aangaf, je gaat niet in alle woningen uiteindelijk sensoren plaatsen, maar nu doen we het wel. Wij weten nog niet goed, voor ons onderhoud, moeten we blazen gebruiken of afsluiters? Nou, dan doen we in een pilot zoals Lochem, spreek ik even als Alliander, passen we wel afsluiters toe. Um, op het moment dat je een landelijke uitrol gaat doen, is dat heel kostbaar. Voor een kleine pilot met 15 tot 20 woningen is dat prima te overzien. Dus stapsgewijs, alleen als je weet dat je het, Veilig genoeg is, dan gaan we een stapje verder. Kira heeft op een bepaald bepaald dat de ombouwkosten ongeveer 700 miljoen zijn voor het aardgasnet, of sorry, naar het waterstofnet. Maar als je kijkt in detail, het grootste deel zit om het vervangen van meters, gewoon in de woning. Maar ook het, het maken van publicaties, het trainen van personeel, het kopen van nieuwe meterapparatuur voor in plaats van aardgasmeter en waterstofmeter. Dus het zit eigenlijk heel veel in, in randkosten. In de woning praat je over een bedrag van rond 200 euro. Dus ja. ten, alleen omdat je zoveel huizen hebt, tikt dat een beetje aan. Kijk, over, over woningen gesproken. Een van de vragen ook die, die binnenkwam, is van uh, wat moeten wij nou hiermee richting de, de woning-eigenaren? Hoe moeten wij communiceren. Moeten wij daarover communiceren? Wat moeten we daarover communiceren? Rondom waterstof en veiligheid? En ik kijk, ja, ik kijk misschien ook eens even naar de, naar de mannen van de risicobeheersing. Wat, wat is jullie idee daarover? Wat, wat wil je daarmee doen? Of wil je daar. Ja. Nou, bij het project van Hoge Veen uh, is volgens mij ook al uh, een. Uh... Uh, ja, een burgerbord of zo. Ik weet niet precies hoe het heet. Maar in ieder geval worden de inwoners daar wel betrokken bij deze ontwikkelingen. Ja. Zitten ook aan tafel. Uh, er is ook uh, die publicatie die ik net uh, liet zien. Uh, dat is ook echt een publicatie die uh, is geschreven voor de bewoners. Om hen ook mee te nemen in deze ontwikkeling. Uh, er is ook nog een andere ontwikkeling, dat is een tiny house. Men is ook bezig om in Hogeveen een tiny house te bouwen. Om daarmee, zeg maar, uh, in ieder geval door de provincie, maar misschien ook wel door het land te reizen: van, hey, hoe werkt waterstof en dergelijke. Uh, dus zo worden, uh, ja, worden de inwoners wel meegenomen in uh, ja, wat, wat is de opzet wat zijn de gevaren en wat, wat doen we eraan. Ja, ja. Het, gewoon even in, in de groep: is dat voldoende of te veel al? Hoe kijken jullie daar tegenaan? Nou, ik zou zeggen, het is belangrijk dat ze in weten dat die optie bestaat. Dus neem het mee in, in je palet. Ik bedoel, je hoeft niet alle woningen in 2024 te verduurzamen. Dus als je nou zegt, nou, ik heb nieuwbouw, nou, doe het met per all elektrisch. Heb je die 2500 woningen, uh, ga eerst kijken of je een net kan, uh, kan aansluiten. Maar dan heb je een heel veel huizen die daar in het tussengebied zitten. Nou, kijk daar in ieder geval als optie van, nou, kijk, is genoeg gas of waterstof daar een, uh, ar, a, een optie veilig voor, uh, voor die huizen. Oké. Okay. Ik bedoel, we moeten toch een stappenplan maken voor, uh, v, ja tot nu tot 2050 en zelfs als de overheid een half van 1,2 miljoen huizen waar een heel deel nieuwbouw bij zit, betekent dat je nog meeste huizen na 2030 moet gaan doen. Ja, hey, dat sluit wel mooi aan, maar misschien wel bij een van de laatste vragen die ik even uit de chat gevist heb en dat is de vraag: als je nou dit zo aangehoord hebt, zowel het grotere plaatje van de energiemix als het transport, het brengen naar die woningen en vervolgens ook in de woningen. Wat weerhoudt ons er nog van om hier uh, vol op die, die transitie te gaan? Is, waar zitten nog de belemmeringen volgens jullie? En dan ga ik jullie maar misschien gewoon eens één een voor één af. Ad, wat, zou, wat zie jij nog als. Nou, kijk, uh, als je naar die. En dan laten we het even over de woningen hebben, hè, want dat is uh, het onderwerp waar we het nu over uh, hebben. Maar kijk, bij waterstof is het natuurlijk niet zo dat een individuele eigenaar, woningeigenaar. voor waterstof kan kiezen. Uh, dat, dat, is, uh, dat moet het systeem voor om. Een individuele woningeigenaar kan nog uh, wel goed kiezen voor een uh, elektrische warmtepomp. Hè, om die uh, te plaatsen. Hij kan natuurlijk ook uh, kiezen om meer te isoleren. Hij kan kiezen om groen gas te kopen in plaats van. Uh, van, van hè, maar voor waterstof kan je niet kiezen. Dus wat is dat nou eigenlijk voor, uh, voor overgang die je dan uh, moet gaan, uh, met elkaar moet gaan, uh, gaan afspreken? Dat is er eentje die. Net zoals toen wij van stadsgas naar aardgas gingen, die geregisseerd moet gebeuren. Die niet per gemeente geregisseerd moet gebeuren, wat nu een beetje het uh, huidige beleid is, maar die je dus met, met, met elkaar moet afspreken. He, want we moeten natuurlijk ook de juiste productie hebben, maar we moeten dan eigenlijk gebied voor gebied. En als je kijkt hoe dat is gegaan in de tijden van, uh, van, uh, van stadsgas naar aardgas, dat was gewoon een nationaal geregisseerde aanpak. He, waarbij je gebied voor gebied, en wijk voor wijk eigenlijk. Want het is niet zo dat je het hele land in één keer erop moet zetten. Je kan echt wijk voor wijk eigenlijk omschakelen. En dan ook niet, het is al gezegd, een nieuwbouwwoning. Ja, die hoef je niet op het aardgas te zetten. Die kan prima op uh, warmtepomp. Dat is ook niet in alle wijken dat je dat moet doen. Maar je moet in feite dat hele systeem ombouwen. En dat vind ik ook de grootste uitdaging. Zijn we in Nederland in staat. Om uh, in die energietransitie nu eens iets uh, te doen, wat eigenlijk tegen de decentraliseringstendens tendens is ingegaan, ingaat. En die eigenlijk op het landelijk uh, uh, niveau moet gebeuren. Als en dan moet je, je zowel landelijke regie als ook zeg maar, ja, de infrastructuur uh, daarvoor regelen. Ja, dus dan moet je landelijk met elkaar afspreken. Nou, we gaan het zo aanpakken. En nu is dit gebied dan de gebeurt... en dan dat gebied, en dan dat gebied. En als je nou denkt van dat dat eigenlijk uh, uh, onmogelijk is of dat dat niet gebeurt. Nou, als je over de grens kijkt in Duitsland. Doordat wij de, het gas uh, uh, in Slochteren, dat is laagkalorisch gas. Hè, dus dat is ook in Duitsland geleverd. Maar omdat het laagkalorisch gas eruit gaat, gaan ze over de grens in Duitsland alle woningen ombouwen van laagkalorisch de naar hoogkalorisch. Daar kunnen ze het wel. Ja. Nou, en wij zouden dat dan niet van, van aardgas naar waterstof kunnen, dan moeten we toch nog eens even nadenken waar we mee bezig zijn. Maar ik zie, zie dit wel als het grootste uitdaging, laten we dat maar zo zeggen, dat, dat, we, dat we niet in staat zijn met elkaar om, uh, om dit soort dingen... En dan komt er natuurlijk geen waterstof. Helder. Bart, wat, wat zie jij als... Ja, nou, misschien een wel Een grote belemmering is ook al de sociale acceptatie en, en hoe ga je over? Maar die schetste Atal in, in wijken, ja of te nee. Het, het goede nieuws is, we hebben het vroeger van stadsgas naar aardgas ook gedaan, dus we kunnen het wel als land. Het is al wel wat lang terug. Wat wij nu nog wel eens uitdaging zien, is netbeerders. Techniek hebben we zelf in de hand, kunnen we veel aan oplossen. Uh, maar wetgeving en regelgeving, hoe krijg je dat nou op het juiste moment uh, op de juiste plek? Je wilt niet meteen naar de volledige wetgeving gaan zoals je dat nu voor aardgas hebt, want dan moet je voor een pilot al. Uh, pakken papier produceren die je voor 3 miljoen woningen nu produceert als netbeheer. En dat, dat zeg ik wat raar, maar dat is op zich ook goed hè, dat die regelgeving er is. Maar hoe groei je nou samen in die pilots met overheden, toezichthouders en dergelijke naar een goede set regelgeving toe, zodat het niet belemmerend werkt. Hè? Want nu is er nog geen reg uh, regelgeving, dus mogen wij als netbeheerders nog niks. Nou, EZK kijkt daar constructief naar. Maar dat moet wel in fase lopen met die pilots waar ook anderen dan netbeheerders grote investeringen moeten doen. En het moet ook weer niet te snel gereguleerd worden, want dan, dan heb je weinig ruimte om, om dingen te nou ja, oefenen in pilots. Nou, ik, ik, ik begreep net zeg maar, dat de, de mannen van de brandweer zeiden van fijn dat er geen regels waren, want dan kwamen we tenminste in een goed gesprek terecht. Zeg maar, hè. Wat zouden voor jullie uh, misschien nog wel de drempels zijn uh, waarom het misschien nog wat langer duurt om richting die waterstof, zeg maar, die transitie te maken? Ik denk dat het ook voor een gedeelte in onbekendheid zit. Onbekendheid met, met de stof-waterstof. Uh, uh, wat het doet, wat de, wat de gevaren zijn, wat de risico's zijn van waterstof. En als je dat kunt relateren aan aardgas en uh, het gebruik en risico's van aardgas, ik denk dat uh, mensen, bewoners dan veel beter snappen uh, wat je kunt doen. En uh, wat er al gedaan is uh, aan maatregelen uh, in vergelijking tot alle risico's die er zijn, maar die er ook met aardgas zijn. Wat, wat we in ieder geval niet moeten doen, en daar, daarom begon ik ook met de stelling van uh, gelukkig waren er geen regels, we hebben nu een goed gesprek. Wat ontzettend goed was aan dit hele uh, uh, traject, is natuurlijk ook dat we met zoveel partners in contact hebben ge gestaan uh, en dat we ook met elkaar uh, de uitgangspunten en ook het restrisico met elkaar hebben bepaald. Dat moeten we in ieder geval vasthouden om elkaar te, te blijven zeg maar, opzoeken. Um, ja, wat wij vanuit zeg maar, veiligheid wel heel graag zouden willen, is dat er dus echt een proefwoning komt waar met langdurige proeven kan uh, worden aangetoond wat we al denken: He, ja, het risico met waterstof is gelijk of kleiner dan als met aardgas. Ik hoor het door voor de proefwoning die, uh, en de, de duurproeven, die, uh, die, die staat er goed op. Misschien wil hem juist laten Jij bent de projectleider van Highway oh, Green. Een, een van de belangrijkste dingen is natuurlijk wel een regelgeving of ruimte die je überhaupt mogen doen of net beheren, Want ja, als je niet mag, dan uh, zit je te heel snel uh, uh, zit je vast. Uh, ik zou ook uit, wat Ad zegt, uh, ja een landelijke uitrol. En ik zeg zelf een beetje van: uh, We hebben het Highway 27 project. Dus dat is die gasunie Backbone. Die begint in, in Groningen. Uh, Richting Emmen en dan naar, naar het zuiden. Nou, dat stuk komt als eerste te, te liggen. Nou, eh, ook dat is eigenlijk het kant van Nederland waar eigenlijk de, de meest optimale huizen staan. Ik bedoel Amsterdam, eh, Rotterdam, daar dat zijn grote steden. Daar heb je eigenlijk niet waterstof nodig. Misschien een wat oude bouw, maar in principe, als, dat is wel een warmtenet dat eerste keuze kan zijn. Maar juist die landelijke gebieden, die vooral aan de oostkant van Nederland liggen, misschien zelfs de omgeving van Arnhem, dat zouden goede plekken zijn. Dus als je dan zegt van nou, je begint toch vanaf noord eh, die backbone op te gaan bouwen. Kijk daarna, er is wat discussie over van ja, moet je waterstof gebruiken in bouwomgeving of in auto's, moet je het alleen maar voor industrie gebruiken. Uh, klopt, industrie gebruikt wel de grootste volumes. Het probleem is alleen dat de industrie ook de mensen ervoor betaalt. Ik bedoel, als je een auto voor 8 euro uh, kan tanken, dan iedereen roept fantastisch, dat is goedkoop als een diesel. Uh, terwijl als je 4 euro vraagt, 3 euro vraagt voor een, uh, ja, een steam reforming plant, die zegt, dat is keer zo duur als ik nu heb, dat gaat ga even niet, niet, niet vliegen. Nou, in die woningen zit daar een beetje tussenin, want woners betaalt heel veel belasting uh, op z'n dingen. En je moet het eigenlijk vergelijken met de groene gasprijs. Nou, en de bewoner wil eigenlijk liever 5000 of 8000 euro betalen voor het verduurzamen van zijn huis in plaats van 40.000. Dus ik denk ook daarvoor moet je kijken van, uh, ja, hoe kan je eigenlijk de bewoner op een relatief goedkope manier een, een alternatief bieden op een manier wat hij ook gewend is. Dus eigenlijk ook wat we niet genoemd hebben, wat wel, wel speelt bij een hoop mensen, is van een warmtepompen hebben natuurlijk een hoog rendement, dat klopt helemaal. Maar ze maken ook geluid. Nou, daar is niet iedereen mee blij. Dan worden wel normen voor je stiller worden. Maar wat je ook nodig hebt, je hebt een grote buffertank nodig van 200, 300 liter. Dat is een best een groot jongen. En waar raak je die kwijt? Huizen worden steeds, steeds kleiner. Want zonder die zonder zo'n grote buffer, kan je gewoon niet de verdoezing. Alleen warmtepomp haal je, red je dat niet. Kijk, maar wat, wat ik even onthoud, Willem, is... Van, jij, je moet ook eens even kijken naar hoe zit het met... Uh, enerzijds de uitrol hè, van, van het noorden ja. richting het oosten, maar anderzijds zeg je ook: kijk ook naar de, naar de prijs en de prijsvorming van, uh, van waterstof. En als ik dat nog eens een keer tegen een aantal andere nou ja, zaken afzet. Zoals wat, wat jij zegt, Art van: meer landelijke regie op, op die hele uitrol. Uh, denk ook aan de wet en regelgeving, Bart, zoals jij die noemt. Onbekend maakt onbemind, maar we weten steeds meer rondom die stoffen en de prijsstelling. Nou ja, kijk, volgens mij kan je iets zeggen over de prijs. Kijk, wij hebben gekeken naar de prijs. Uh, als je, je nu, stel je bent die bewoner, je krijgt uh, waterstofgas, dat betekent dat je de komende 15 jaar waterstofgas krijgt. Dat is het levensduur van je SV-ketel. Nou, nu is het wat duur, tracties is terugkopen naar 2030. Dus als we dat pakken over die hele periode, betaal je 2,31 euro. Dat is ongeveer hetzelfde als de prijs die je nu betaalt voor groen gas. Nou, dat is een acceptabele prijs. Wat dan zegt, nou oké, okay, je moet uh, uh, met een hybride pomp 8.000 euro gaan betalen. Dan heb je ook andere keuken en dat soort dingen erin. Of je moet 24.000 voor een waterpomp gaan, uh, gaan doen. Dat is een heel aantrekkelijk aanbod voor, uh, voor mensen. En dat is natuurlijk persoonlijk. Ik bedoel, iedereen, uh, we gaan niemand dwingen voor, uh, voor waterstof. Als mensen zeggen, ja, een waterpomp. Nou, niet meer waterpomp. Het voordeel van waterstof is namelijk, uh, het transporteren kost relatief weinig geld. Heb je een warmtenet, dan moet je heel veel aansluiting bij, bij je hebben, dus... Er zijn gemeenten die zeggen, ja, als u een warmtenet hebben, dan mag je niet extra isoleren of je mag niet een waterpomp gaan plaatsen, want dan hebben we te weinig aansluiting om rendabel te krijgen. Dat hebben we niet bij waterstof. Dus mensen kunnen gewoon kiezen van, we hebben nu aardgas en stroom. Je, je kan overgaan op de waterstofoptie of je gaat over op de stroomoptie. Dat ligt even aan, aan jezelf. En met de ketels, uh, ja, je hebt natuurlijk een omslagpunt van ketels. Wat je dus nu ook ziet, is dat uh, er komen. O, <susstutters> nee, <even een susstutters> nee, maar voordat ik daar de hele wereld bij betrekt. Nee, ik belangrijk... hou het kort, ik geef je nog één minuutje. Ja, één minuut, dat is genoeg uh, de nieuwe ketels zijn hardware ready, dat betekent dat ze branden gewoon op, op aardgas, hoogkalorisch aardgas. En ze zijn vrijgemaakt om te switchen naar, uh, naar waterstof. En dat betekent dus dat mensen al kunnen kopen terwijl er nog geen waterstof is, maar dat ze dan later alsnog die switch kunnen maken. En ik een kleine aanvulling op Adnan even. Je hebt nog het Europese PACE-project, dat zijn ook brandstofcellen. En dat draait op dit moment in Europa voor ook al vijf jaar in meer dan tien landen. Dus dat gebeurt al ook in Europa op een grotere schaal. Kijk nou. Misschien mag ik daar één aanvulling op maken. Kijk... Het zou heel goed zijn als we ons elektriciteitsnet uh, voldoende geschikt maken en een gasnet hebben wat dan een waterstofnet uh, wordt. En dat je de vrijheid van de technologiekeuze en de manier waarop je wil verduurzamen veel meer weer bij de consument, bij de burger neerlegt. Nu is het veel te veel vanuit een overheid eigenlijk een bepaalde oplossing opgedrongen. Je zou die infrastructuur en de aanbieding van die... Energiedragers duurzaam moeten maken. En dan heb je een veel, uh, uh, ja, ja, in mijn ogen ook met, uh, met, met iedereen een veel makkelijker verhaal. van hoe je dat zou willen verduurzamen. Ja, maar dan wel ook die landelijke regie om uiteindelijk. Dan die... heb je die landelijke regie nodig. Ja. Maar die heb je ook wel nodig om het elektriciteitsnet voldoende uh, uh, zwaar te krijgen. Want een van de problemen daar is natuurlijk van, uh, dat de netbeheerders niet precies weten waar nu al die duurzame energieopwekking uh, komt. En dus ook daar zou enige sturing en planning wel, uh, wel een uitkomst zijn hoor. Dat, uh, dus, dus ook uh, uh, daar zou je veel meer daar naartoe moeten. Nou ja, en dat is helaas een beetje tegen de tendens in die we de afgelopen tijd hebben gezien. Namelijk decentraliseren van allerlei. Uh, nou, ik denk vragen. dat we. Ja. Nee, ik te, we moeten ja. eruit. Ja. Uh, en, uh, en, en dat is helemaal niet erg dat we nog genoeg gespreksstof uh, hebben. Uh, ik bedoel, wij kunnen hierna gewoon nog even, even met elkaar doorgaan. Maar ook omwille van de tijd uh, ga ik het afsluiten. Want ik denk dat we hier een paar uh, hele mooie. wat zal ik zeggen? mini-colleges. Want zo hebben we het ooit aangevlogen met Brandweer Nederland en het IFV. We willen een paar korte mini-colleges hebben. Rondom in dit geval waterstof en de veiligheidsaspecten van waterstof. En die minicolleges zijn, enerzijds, bedoeld om uh, de kennis die voorhanden is, of het nou op de universiteit is, in het bedrijfsleven, bij de netbeheerders of bij de veiligheidsregels, om die zeg maar weer uh, te ontsluiten voor al diegenen die zeg maar hier, uh, aan, ik zou bijna zeggen, aan de buis uh, gekluisterd hebben gezeten. Uh, dat is één belangrijke functie die we hier als, uh, als, als Instituut met Brandweer in Nederland hebben willen vervullen. En de tweede, en ik hoop en ik denk eigenlijk wel dat we daar ook in geslaagd zijn. Dat is zeg maar het, het verbinden. Het, uh, kijk, wij kunnen als, als veiligheidsregio's en het instituut fysieke veiligheid met elkaar heel leuk over veiligheid praten en dan uh, komen we best wel een stapje verder. Maar het gesprek met de projectontwikkelaars, met de wetenschap en met de netbeheerders rondom waterstof, dat levert, denk ik, op een gegeven moment de echte grote stappen voorwaarts op het gebied van waterstof en veiligheid. En, dat is iets wat we de komende tijd nog meer gaan doen in, uh, in onze mini-colleges. We hebben er nog een, uh, een stuk of drie extra op, uh, op de planning staan. Uh, ze staan hier op de slide. De eerstkomende gaat over de elektrificatie. Ja, je zou je bijna afvragen, nou vandaag is dat nog nodig. Maar tel er maar op, daar zitten van allerlei veiligheidsaspecten aan. En die hele elektrificatie van de Nederlandse samenleving, dat zal ook nog steeds gewoon in een grote vlucht zeg maar, toekomst, uh, toekomstmuziek zijn. De derde die kan komen is de zonneweiders. Een bepaalde, nou ja, echt wel een, een, een grote hoop is daarop gevestigd om daar zeg maar op, een, op een duurzame manier energie op te wekken. En de vierde, ja, waar wordt het overal toegepast? Al die duurzame energie, of het nou door zonneweiders is of windturbines, of het nu eerst omgezet wordt in waterstof of in die energieopslagsystemen. Maar in de automotive, daar wordt natuurlijk heel veel gedaan, ook op het gebied van vergroening en verduurzaming. En ik hoop jullie ook zeg maar, in de toekomst zeg maar, voor deze webinars te mogen ontvangen. En ik wil jullie, niet nadat ik eerst nog de sprekers hartelijk heb bedankt, maar ik wil jullie ook bedanken voor jullie uh, uh, aanwezigheid en ook jullie vragen in de chat. En ik hoop jullie ook weer in de toekomst te mogen zien bij deze DWDD-achtige setting, mini-colleges uh, mini over veiligheidsaspecten van de energietransitie. Dank jullie wel voor jullie aanwezigheid.